Het is 4 uur, we gaan ermee beginnen. De deur mag dicht bovenaan en aan de zijkant alsjeblieft. Goed. In dit college gaan we van start met deel 2 van dit vak. In het vorige deel hebben we 1 luik centraal gesteld. Meer bepaald de maatschappij als dusdanig. In het tweede luik, deel 2, gaan we het individu centraal stellen. Om dan daarna de verhouding tussen die twee te gaan bekijken op een kritische manier. Goed, het feit dat we die twee, dus individu en maatschappij, op zich tegenover elkaar gaan plaatsen. Let op het woordje tegenover elkaar. Dat is op zich al een illustratie van een bepaalde historische evolutie. Want dat is op zich niet zo vanzelfsprekend. Vandaar dat ik dit gedeelte van de colleges ook als titel meegegeven heb. Het spanningsveld. Het spanningsveld tussen individu en maatschappij. Vooral duidelijkheid, dat spanningsveld is van alle tijden. Ik denk niet dat er 1 maatschappij is die niet op een bepaalde manier verwachtingen legt op de leden van die maatschappij. En bij een aantal van die verwachtingen zullen die leden van die maatschappij niet altijd even gelukkig zijn. Dus sowieso krijg je daar dan een spanningsveld. Dat denk ik, je kunt dat moeilijk hard maken, maar dat denk ik is van alle tijden, als je een beetje logisch erover nadenkt. Wat wij in ons tijdperk meemaken, en dat is niet alleen de laatste 5 jaar hoor, dat is wel tot een bepaalde climax gedreven, de voorbije 20 jaar, dus jullie generatie, dat is wel tot een bepaalde climax gedreven. Wat wij nu meemaken is een tegenstelling. Een tegenstelling tussen individu en maatschappij. Een tegenstelling tussen individu en organisatie. En dat geeft natuurlijk uitdrukkelijk een aantal gevolgen. Goed, als je zo eventjes heel kort in de geschiedenis gaat kijken, dan zie je dat dat gedurende eeuwen eigenlijk voornamelijk een spanningsverhouding was. Met bovendien dan toch wel een heel belangrijk verschil met vandaag. Het was een spanningsverhouding tussen leden van de maatschappij en de maatschappij als dusdanig. Maar in die spanningsverhoudingen hingen die leden van de maatschappij er altijd van uit dat ze onderdeel waren van die maatschappij. Onderdeel van die maatschappij en dan bovendien heel vaak onderdeel van bepaalde groep of bepaalde groepen van die maatschappij. Dat is eigenlijk tot pakweg 1980 het geval geweest. Dus je ziet dat we hier dan toch historisch gezien wel met een vreemde verschuiving te maken hebben. Vooral duidelijkheid, dat is niet alleen maar het effect van de voorbije 40 jaar. Dat is ook een effect van iets wat veel vroeger van start gegaan is. En dan kunnen we gemakkelijk een aantal eeuwen terugkeren. Maar goed, dus in de klassieke visie is een lid van de maatschappij altijd onderdeel daarvan. Onderdeel van een bepaalde groep. En zal zich als dusdanig ook gaan profileren. En dat kun je op heel veel zaken zien. Bijvoorbeeld als je nog eens kijkt naar een film over het klassieke Rome, of als je daar nog af en toe op een of andere manier iets over ziet verschijnen, eventueel als je op reis gaat naar Italië, het is nu het moment, je krijgt overal voorrang als je in Italië zit, dan zul je daar heel vaak in het klassieke Romeinse tijdperk opschriften zien met SPQR. Dat vind je overal terug. Hoofdletters SPQR. Diegenen die Latijn gestudeerd hebben, zullen misschien nog weten waarvoor dat staat. Dat betekent Senatus Populusque Romanorum. In naam van de Senaat en het Romeinse volk. En dat vind je dus overal terug. In naam van de Senaat en het Romeinse volk. Senatus Populusque Romanorum. Dus dat geeft heel goed aan hoe dat, ondanks dat spanningsveld dat daar toen ook duidelijk aanwezig was, dat een Romein zich uitdrukkelijk onderdeel voelde van die maatschappij. Wel, dat is vandaag toch wel een stuk anders. Dat gaat van start vanaf de verlichting.
waar we het idee kregen van het, een soort ontologisch primaat van het individu. Dat klinkt natuurlijk verschrikkelijk zwaar, het ontologisch primaat van het individu. Als je indruk wilt maken aan de cafébaars na middernacht, moet je dat soort taal gebruiken. Het ontologisch primaat van het individu. Goed, wat betekent dat? Dat men uitgaat van een soort ja, vaststaand gegeven. Dat er zou zijn op voorhand. En men gaat uit van het idee dat je in eerste instantie het individu zou hebben. Het individu dat op zijn eentje leeft en dat eigenlijk de groep niet nodig heeft. Dat vinden we bij Rousseau. Dat is het idee van le bon sauvage, de nobele wilde. En met daarin heel sterk het idee van het autarkische, het op zichzelf kunnen bestaan. Het niet nodig hebben van de groep, het niet nodig hebben van de beschaving. En vanaf dat ogenblik kreeg je ook het idee van het sociaal contract. Een sociaal contract moet je dan begrijpen in de 17e eeuw. Hè. Dat is niets te maken met de hedendaagse vakbonden en VOCA en onderhandelingen. Nee, het is veel fundamenteeler. Het sociaal contract in die optiek vertrekt dus van dat idee dat je in eerste instantie het individu hebt en dat dat individu een soort contract gaat afsluiten met de groep in een soort wederzijds geven en nemen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het tijdskader. De 17e eeuw betekent dat de eerste staten ontstaan, het eerste centraal gezag. En daar kunt u wel iets bij voorstellen. Maar hoe dan ook, we krijgen daar een verschuiving. Een verschuiving wat dan 5 eeuwen later zal uitmonden in de overtuiging die wij vandaag hebben. We krijgen een verschuiving van een vanzelfsprekend onderdeel zijn van een groep, naar het primaat van het individu, naar vandaag het individu tegenover de maatschappij, tegenover de groep. Dat krijgt dan ook een eigentijdse invulling met het hedendaagse discours, het hedendaagse vrije marktdiscours. En dat vrije marktdiscours wordt ongeveer iedereen beschouwd als wat men in Nederland noemt een ZZP'er. En dat staat als afkorting voor het volgende. Een zelfstandige zonder personeel. Dus iemand die het op zijn eentje doet. En die dus inderdaad contracten gaat afsluiten. In dit geval letterlijk. En dat wordt niet alleen economisch bekeken, dat wordt eigenlijk in het algemeen bekeken. De maatschappij is een verzameling van individuen en die individuen moeten het onderlinge regelen en ze doen dat op grond van contracten. Eventjes verwijzen naar een uitspraak van Margaret Thatcher. Dat is de premier van Groot-Brittannië die eigenlijk Groot-Brittannië gestuurd heeft in de neoliberale richting. En een van haar meest bekende uitspraken is de volgende. There is no such a thing as a society. There are only individuals. En ze heeft de maatschappij dan ook op die manier georganiseerd en eigenlijk alles wat te maken had met groepen ronduit vernietigd. Daar komt het op neer. Nu, ze kon dat ook alleen maar omdat het tijdsklimaat daar rijp voor was. Goed. Dus je ziet dat we, als we dat historisch gaan bekijken, spanningsveld tussen individu en maatschappij, dat we eigenlijk wel al een heel belangrijke verandering doorgemaakt hebben. Binnen dat spanningsveld, of aansluitend daarbij, kunnen we een belangrijke vraag stellen. En die zal gaandeweg terugkeren. We gaan die niet oplossen, maar soms is het belangrijker van een vraag te stellen dan ze op te lossen. En die vraag is de volgende. In welke mate is het individu autonoom? Of in welke mate is het individu gedetermineerd? In welke mate kunnen wij vrije beslissingen nemen? Binnen ons maatschappelijke verkeer, binnen ons sociaal verkeer, of in welke mate zijn wij gedetermineerd? En ook die vraag zie je doorheen de geschiedenis voortdurend opduiken. En dat is natuurlijk een ontzettend belangrijke vraag voor een vak zoals dit. Hè? Als je cultuur- en maatschappijkritiek wil geven, dan ga je ervan uit, in eerste instantie, dat dat mogelijk is. En in tweede instantie, dat je op grond van die kritiek een aantal zaken kunt sturen. Dat je een aantal dingen kunt aanpassen. Wel, als de overtuiging
dat de mens gedetermineerd is, dominant is, ja, dan heeft een vak zoals dit geen enkele zin. Want alles ligt eigenlijk al vast. Alles is al gedetermineerd. Vandaar het belang van die vraag, in welke mate beschikken wij over een vorm van keuzevrijheid of in welke mate zijn wij gedetermineerd. Het is heel opvallend dat in dit debat, want dit is een debat tot vandaag de dag, dat in dit debat het overwegende antwoord altijd negatief is. Het overwegende antwoord is, wij zijn gedetermineerd. Wij hebben eigenlijk weinig keuzevrijheid. En het is heel opvallend dat de achtergrond van dat antwoord heel erg verschillend kan zijn. De eerste achtergrond is natuurlijk religieus, dat is de predestinatie. God heeft daarover beslist en wij hebben uiteindelijk niks in de pap te brokken. Een tweede invulling zal dan filosofisch zijn, filosofisch-ontologisch. We gaan daar later op terugkeren. Dan hebben we het over de vervreemding. En tenslotte hedendaags, dan is dan het neurologisch of het neurobiologische determinatieverhaal, genre wij zijn ons brein. Je kunt dus eigenlijk niets kiezen, niets beslissen, alles is al op voorhand voor u beslist. Goed, ik kan op voorhand al aangeven dat wij daar een meer genuanceerd antwoord zullen opgeven. We zullen het hebben over dat is een beetje met een ongelukkige uitdrukking, ongelukkig omdat het niet zo goed bekt, vind ik. We zullen het hebben over de gencultuur-co-evolutie. Gencultuur-co-evolutie, waarbij we zullen zien dat er een wederzijdse beïnvloeding is vanuit het genetische, vanuit het maatschappelijke en vanuit het individuele. Goed, dus je ziet, we hebben al een aantal vragen klaar liggen. Nog voordat we van start gaan met de bespreking van dit tweede deel, waarin we het individu zullen centraal stellen en dan het individu in dienstverhouding tegenover de groep, tegenover het maatschappelijke. Een nog meer existentiële vraag die daarbij aansluit, want die wat we tot nu toe besproken hebben handelt over die verhouding, de verhouding van mij tegenover de groep, maar een nog meer existentiële vraag is natuurlijk deze naar het wezen van de mens. Dat is dan de meest fundamentele vraag die je kunt stellen. Het ecce of ecce, homo, zie daar de mens, maar wie is die mens? En die vraag, ja, die wordt al vanaf het begin der tijden gesteld. Dat vind je in alle klassieke filosofieën terug. Bij het stellen van die vraag, zeker in de oorspronkelijke versies, dus de oudste versies, de vraag naar het wezen van de mens. Bij die oorspronkelijke versies zie je dat de antwoorden daarop uitdrukkelijk vanuit een morele invalshoek vertrekken. En je kan die vraag dus evengoed op een andere manier gaan verwoorden, want die komt eigenlijk neer op het volgende. Is de mens wezenlijk goed of is de mens wezenlijk slecht? Daarop komt het neer. En ook die vraag, opnieuw, is van belang voor het nadenken over de maatschappij. En dat is niet zo moeilijk om te vatten. Als je ervan uitgaat dat de mens wezenlijk slecht is, en dat vind je bijvoorbeeld in de religie, maar dat vind je bijvoorbeeld ook in bepaalde evolutionaire biologische benaderingen. Als je daarvan uitgaat, ja, dan moet de maatschappij als groep daar heel sterk disciplinerend op ingrijpen. Om dat slechte eruit te rammen, op een of andere manier. Een mensenkind heeft een aantal heel slechte neigingen en we moeten ervoor zorgen, vanuit opvoeding, onderwijs, ruimer vanuit het maatschappelijke, van daar heel disciplinerend mee om te gaan. Dit is tot vandaag de dag de dominante overtuiging, die je op heel veel vlakken terugvindt. De andere kant, de mens is wezenlijk goed, ja, dan zal de toepassing daarvan, of de effecten daarvan op het maatschappelijke, een heel andere richting uitgaan. Dan moeten we ervoor zorgen dat we vanuit het maatschappelijke dat wezenlijk goede, dat in het kind blijkbaar aanwezig
verondersteld wordt te zijn, dan moeten we ervoor zorgen dat we dat goede zoveel mogelijk bevorderen en toelaten. En er zeker niet tegenin gaan. Dan moet je er eigenlijk, bij wijze van spreken, vooral afblijven. Vooral afblijven en hier en daar een beetje bevorderen, maar dat is het zo ongeveer. Dus je ziet, dat zijn afhankelijk van de insteek, de morele insteek over het wezen van de mens, heb je meteen twee totaal tegenover elkaar staande opvattingen over de impact van de maatschappij op het individu. Eventjes als gedachte-experiment, moet dat even toepassen op onderwijs. Die twee verschillende benaderingen. Hoe het onderwijs er in het ene geval zal uitzien en hoe het onderwijs er in het andere geval zal uitzien. In beide benaderingen, merkwaardig genoeg, dus zowel deze waarin de mens als slecht beschouwd wordt, wezenlijk gezien, als deze waarin de mens goed beschouwd wordt, in beide gevallen zal men het concept vervreemding gebruiken. Vervreemding, we gaan daar niet nu, maar in een van de volgende colleges wat dieper op ingaan. Vervreemding is een heel centraal concept, is al vrij oud, maar is voornamelijk vorige eeuw opnieuw leven ingeblazen door Marx, maar het is veel ouder dan dat. Als je uitgaat van het idee van vervreemding, wat betekent dat dan? Dat betekent dat dus iemand vervreemd is van zichzelf. Ja? Iemand is vervreemd van zichzelf. Bij een dergelijke redenering ga je er dus impliciet van uit, en dat is belangrijk om dat te snappen, bij die redenering ga je er impliciet van uit dat er zoiets bestaat als een oorspronkelijke identiteit. Een oorspronkelijke identiteit waar iemand van vervreemd is. Had die vervreemding niet plaatsgegrepen, dan was iemand zichzelf geworden. Maar nu is hij of zij vervreemd van zichzelf. Ja, goed, dat is dus de basisredenering bij het concept vervreemding. Het idee van een oorspronkelijke identiteit. Goed, dat kunnen we nu weer toepassen op die twee verschillende visies op het wezen van de mens. De mens is goed of de mens is slecht. Als de mens goed is, wezenlijk gezien, als een kind in principe een aantal wezenlijk positieve kenmerken vertoont, ja, dan houdt het concept vervreemding in dat die oorspronkelijk positieve kenmerken verdwenen zijn. Dat de maatschappij daar een slechte invloed op uitgeoefend heeft. En dat die oorspronkelijke, authentieke identiteit veel beter was. Dit is het idee van het oorspronkelijk goede kind dat slecht gemaakt wordt door maatschappelijke negatieve invloeden. En dat is de plaats waar het concept vervreemding het meest gebruikt wordt. Daar ga je dat het meest vinden, in die redenering. Dat neemt niet weg dat we het in de andere context ook kunnen gebruiken, de andere visie. In de andere visie gaat men ervan uit dat de mens wezenlijk slecht is, dat dit zich ook toont bij het kind, dat het kind van nature uit een aantal slechte neigingen heeft, en dat we het dus eigenlijk moeten vervreemden van zichzelf. Want dat de oorspronkelijke is niet zo'n goed idee. Dus we moeten het vervreemden van zichzelf, met andere woorden, we moeten het beter maken dan het oorspronkelijk was. Ook daar zie je dat er op grond van een beïnvloeding vanuit de omgeving, opvoeding, onderwijs, maatschappij, dat iemand weggevoerd wordt van een verondersteld oorspronkelijke identiteit. Het belangrijkste verschil is dat in deze benadering die verondersteld oorspronkelijke identiteit uitdrukkelijk als negatief bekeken wordt. En je gaat dan ook zien dat in deze benadering, in deze visie, het concept vervreemding nauwelijks gebruikt wordt. Terwijl het daar eigenlijk evenzeer van toepassing is. Maar het wordt niet gebruikt, omdat vervreemding natuurlijk een negatieve bijklank heeft, terwijl het in deze visie het opvoeden van een kind naar een betere versie van zichzelf, terwijl het in die visie juist helemaal geen negatieve bijbetekenis geeft. Goed. Dus de vraag naar het wezenlijke van de mens als dusdanig. Dan nog een laatste opmerking bij.
En dan herneem ik wat ik helemaal in het begin gezegd heb. Het wezenlijke van de mens handelt daarbij uitdrukkelijk over het wezenlijke van de soort. De Homo sapiens. En je ziet dat we daar op een soort, ja, dan moet ik het uitdrukken, een soort schuurvlak zitten. Vandaag gaat het voortdurend over het individu, over ik, ik, ik. Ik als uniek particulier wezen. Dat verondersteld wordt heel erg verschillend te zijn van al die anderen. En die studie over het wezenlijke van de mens gaat niet over ik, hè. Het gaat over de soort, over de Homo sapiens. Dus ook daar zie je dat er iets schuurt, dat we daar ook die tegenstellingen gaan vinden. Goed, dat is bij wijze van inleiding. Nu gaan we van start met de bespreking van het wezen van de mens. We gaan in eerste instantie een vrij klassieke opvatting bekijken. En vervolgens gaan we dan te raden bij hedendaags onderzoek. De klassieke opvatting, die heb ik daar straks al verwoord, dat is eigenlijk de volgende. In de klassieke visie gaat men ervan uit dat de mens slecht is. Dat vind je religieus zo, dat vind je filosofisch zo, met een uitzondering van Rousseau. Dat vind je ook bij bepaalde evolutionaire biologen zo. Dat vind je ook, merkwaardig genoeg, in wetenschappelijk onderzoek tot pakweg de jaren 70. En dat wetenschappelijk onderzoek, dat heel veel bekendheid gekregen heeft, tot vandaag de dag, ik ben er zeker van dat u dat minstens in één vak al besproken gekregen hebben, dat wetenschappelijk onderzoek lijkt alleen maar een bevestiging te bieden van wat iedereen eigenlijk al weet. En ja, dan wordt het dan ook nog eens wetenschappelijk aangetoond, los van het religieuze of los van het voorwetenschappelijke. Die onderzoeken zijn er allemaal gekomen na de Tweede Wereldoorlog en dat is ook geen toeval. Het meest bekende is dat van Stanley Milgram. Een soort pedagogisch experiment. Ik neem aan dat u dat minstens al één keer besproken hebben gekregen in een college. Nu ga ik een beetje de alternatieve versie ervan brengen, want ik denk niet dat jullie de alternatieve versie al gehoord hebben. Eerst de officiële versie. Het is een soort leerexperiment, maar het is natuurlijk fake. Het is een valse opzet in de proef. Aan de proefpersonen wordt er gevraagd van mee te werken aan een leerpsychologisch experiment waarbij leerlingen antwoorden moeten geven en als ze foute antwoorden krijgen, dan krijgen ze een lichte elektrische schok en al naar gelang dat ze meer foute antwoorden krijgen, wordt die schok zwaarder en zwaarder. En de mise-en-scène is zo dat op bepaalde ogenblikken die schokken echt wel heel zwaar worden, dat is dan ook hoorbaar. En de vraag is, hoe ver zullen die proefpersonen meegaan in het toedienen van die elektrische schokken aan proefpersonen. Het fake aspect eraan is natuurlijk dat behalve diegene die de schokken toedient, iedereen deel uitmaakt van het experiment op zich en op de hoogte is van de bedoeling. Dus het zijn fake proefpersonen, het is een fake proefleider, het gaat helemaal niet over dat leerexperiment, het is eigenlijk gewoon de vraag van hoe ver kunnen we iemand drijven om andere mensen te pijnigen, want daar komt het op neer. Goed, de publicatie daarvan krijgt enorm veel aandacht. Het blijkt dat ongeveer 2/3 van de normale mensen, het wordt telkens opnieuw benadrukt, het gaat over normale mensen, dat 2/3 van de normale mensen potentiële sadisten zijn. Die eigenlijk bereid zijn om de nevenmens, de andere mens, in verregaande mate sadistisch te gaan pijnigen. Je moet dat zien in het kielzog, Tweede Wereldoorlog, 1965, de Holocaust wordt bekend. In eerste instantie wist men er allemaal niet zoveel van. Een aantal vreselijke zaken worden duidelijker en duidelijker. Je krijgt ook de eerste processen. Ik denk dat die nog eventjes op zich zullen laten wachten, dat komt nog ietsje later. Maar goed, het is een bepaald tijdskader dat daar klaar voor ligt. Je mag ook niet vergeten dat, zeker op dat ogenblik, maar tot vandaag de dag eigenlijk, dat dit
onderzoeksresultaat alleen maar een bevestiging oplevert van een overtuiging die al bestaat. Hè? De overtuiging is er al, de mens is slecht en kijk, nu wordt het nog eens wetenschappelijk aangetoond ook. Goed, nu komt de alternatieve versie of het onderzoek van het onderzoek. Dat is nog niet zo lang geleden gebeurd. Er is een Australische collega die op zoek gegaan is naar de oorspronkelijke protocollen. Dat is dan het voordeel van wetenschap, dat dat soort dingen bewaard moet worden. Er zijn ethische comité's die daarover waken, dat er dan niet te veel van vernietigd mag worden. En dat dat op een of andere manier ook tot het publiek domein blijft behoren. En uit het onderzoek van het onderzoek blijkt eigenlijk dat dit één groot opgezet spel is. Dat Milgram zijn proefopzet verschillende keren heeft aangepast, omdat hij niet het gewenste effect bereikte. En het gewenste effect was dat er zoveel mogelijk mensen zo ver mogelijk zouden doorgaan in het toedienen van elektrische schokken. En er zijn zo'n aantal wijzigingen gebeurd die we in een achterafbeweging vrij goed kunnen plaatsen op grond van ander onderzoek. Bijvoorbeeld bij het aanvankelijke onderzoek was de leerling die gestraft moest worden zichtbaar voor degene die de schok moest toedienen. Ja. Dat bleek echt niet goed te werken. Want die leerling toonde dan ook, hij moest natuurlijk spelen, toonde dat hij pijn had. Wel, in een volgende fase wordt die leerling verwijderd uit het blikveld. Ze kunnen hem wel nog horen, kunnen hem horen roepen en op een bepaald moment roept hij niet meer, wat natuurlijk nog veel onheilspellender is, maar hij is niet meer zichtbaar. Dat blijkt een heel verregaand effect te hebben. Een andere wijziging is de proefleider. Die wordt hoe langer hoe strenger en hoe langer hoe wetenschappelijker voorgesteld. Vanaf een, denk ik, de tweede proefopzet zal die proefleider gekleed worden in een laboratoriumjas, een witte jas. Dat geeft altijd een enorm autoritair effect, zeker in dat tijdskader. Dat zou vandaag, denk ik, eerder een lachwekkend effect geven, maar in dat tijdskader niet. Dus je ziet zo een aantal aanpassingen die uitdrukkelijk één doel hebben. Maximalisatie van het effect, en dat lukt dus. Als men alle verschillende onderzoeken gaat samenbrengen, dan zie je dat er een vrij grote range is van het percentage van proefpersonen dat al dat niet meegaat in het toedienen van die elektrische schokken. En dat variabel aantal mensen dat al dan niet bereid is van daarin mee te gaan, dat heel sterk bepaald wordt door de omstandigheden waarin de proefopzet geïnstalleerd wordt. Dus je meet daar eigenlijk andere dingen. Je meet niet het potentieel sadisme dat in u en mij zit. Je meet veel eer de wijze waarop mensen kunnen omgaan met groepsdruk, met autoriteit, met volgzaamheid. Er zijn zo een aantal dingen die daarin heel centraal een rol gaan spelen. Goed, we springen vooruit in de tijd. Philip Zimbardo, 1971. Min of meer vergelijkbaar. Natuurlijk weer een experiment met studentenpsychologie. Studentenpsychologie worden altijd misbruikt. Binnen 10 jaar of binnen 15 jaar komt er zeker een MeToo-beweging voor studentenpsychologie. Dan niet voor seksuele misbruik, maar voor andere misbruik. Enfin, ik ga daar niet te diep op ingaan. Het experiment is het volgende. Een aantal studenten psychologie worden gerandomiseerd, verdeeld in gevangenen en cipiers. En de ene moeten dus zich gedragen als gevangenen en de andere moeten zich gedragen als cipiers. En ook daar blijkt, binnen de kortste keren, na 3 dagen geloof ik, dat die cipiers zich als regelrechte sadisten binnen te gedragen. En dat die gevangenen daar serieus onder beginnen te lijden. En het experiment wordt zelfs vroegtijdig afgebroken. Ook dit wordt gepubliceerd en ook dit krijgt een enorme media-aandacht. We zijn ondertussen in 1971. De kranten moeten het al een beetje bijna afleggen tegen de televisie. De televisie is al sterk aanwezig in 1971. En dit krijgt, zoals men dat heet in het vakjargon, een enorme exposure. Het wordt heel sterk gedeeld en getoond. Goed. En dan komen we weer bij het onderzoek van het onderzoek. Eerst het
toch wel een heel belangrijke wetenschappelijke opmerking. Dit onderzoek is in geen enkel wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd geraakt. Dat zegt iets, hoor. Ik bedoel, als je een onderzoek doet en je wilt dat kenbaar maken aan de wetenschappelijke gemeenschap, aan uw collega's, dan moet je daarmee naar een tijdschrift stappen of naar een congres, en vaak is de combinatie van de twee. En dan stelt men kwaliteitseisen en dan zegt men, ja goed, het onderzoek moet minimaal toch aan een aantal vereisten beantwoorden. Het onderzoek van Zimbardo is gezakt op de volledige lijst en kreeg dus nooit een A1-publicatie. Dit zou eigenlijk al voldoende moeten zijn om te zeggen van, dit is onzin. Maar goed, de pers is erop gevlogen, het krijgt een enorme exposure en het sluit opnieuw aan bij die overtuiging dat de mens slecht is. Wel, onderzoek van het onderzoek door dezelfde Australische collega toont hetzelfde verhaal, maar eigenlijk nog een stukje extremer. Dit is eigenlijk niet veel anders dan een reality show, zoals we dat vandaag de dag kennen, Robinson Crusoe, Temptation Island, enzovoort, enzovoort. Wat je te zien krijgt, is een mise-en-scène. Het wordt helemaal gedirigeerd achter de schermen. En die mensen die daarin meespelen, die zijn, wat wil zeggen, beschikken meestal niet over voldoende verstandelijke vermogens om door te hebben dat ze gebruikt worden voor andere doeleinden. Ik blijf beleefd. Hier krijg je min of meer hetzelfde. Het is een compleet opgezet spel, waardoor het resultaat eigenlijk al inbegrepen zit in het vertrekpunt. Om een beetje een gemakkelijke vergelijking te maken, je kent het beeld van de hoogelaar die een konijn uit de hoed haalt, uit de hoge hoed. Hoe kan die hoogelaar dat konijn daaruit halen? Wel, omdat hij dat konijn er eerst ingestopt heeft. Dat is het meest eenvoudige antwoord. De vraag is alleen van, hoe heeft die hoogelaar dat konijn daarin gestopt zonder dat wij het gezien hebben? Dat is de juiste vraag. Wel, die vraag kunt u hier ook stellen. Hoe is dat konijn daarin gestopt geworden? Wel, dat blijkt heel duidelijk uit de beschrijvingen van die onderzoeksopzet. En we kunnen daar dezelfde opmerkingen maken zoals bij Milgram. Goed, hier krijgen we dan ook een replicatieonderzoek. Trouwens, het onderzoek van Milgram is ook een aantal keren gerepliceerd, overgedaan geworden. En de replicatieonderzoeken tonen altijd, zonder uitzondering, een heel ander resultaat. Als je het niet manipuleert, dan blijken mensen veel minder geneigd te zijn om te volgen. En dan blijken mensen zich in de overgrote meerderheid van de gevallen gewoon normaal te gedragen. En bijvoorbeeld in het geval van het experiment van Milgram veel vroeger te stoppen met het toedienen van schokken. En in het geval van het gevangenisexperiment van Zimbardo blijkt na verloop van tijd dat de twee groepen, de groep van de gevangenen en de groep van de cipiers, zich zodanig vervelen dat ze binnen samen kaarten spelen. Goed. Je ziet hier dus die discrepantie en dit is meteen ook een krachtige illustratie van hoe een vertoog werkt. Herinner u de vorige keer, we hebben het vertoog besproken. Wel, het vertoog in de periode na de Tweede Wereldoorlog gaat heel sterk in die richting van de mens is slecht. En dat vertoog, of die opvatting beter gezegd, lag al klaar eeuwenlang en krijgt hier een pseudo-wetenschappelijke invulling en krijgt daardoor natuurlijk nog veel meer gewicht. Goed, even een zijsprongetje. Iets waar we later niet zoveel op zullen terugkeren, maar ik vind het toch de moeite waard om het aan te stippen. Het belang van de proefleider en het algemeen het belang van de leider. Het belang van de leider in de verhouding tussen het individu en de samenleving. Welke rol speelt die figuur daarin? Wel, ook hier is het weer zo dat de vooraf bestaande opvatting over de mens bepalend zal zijn voor de rol die men aan de leider toekent. Wat bedoel ik daarmee? Als je ervan uitgaat dat de mens wezenlijk slecht is, ja, dan is een groep mensen zo mogelijk nog slechter.
En dan moet er daar een strenge leiderfiguur bovenaan staan, let op het woordje bovenaan, die die groep op een of andere manier disciplineert en eronder houdt. Dat is het beeld van de rechtvaardige leider of dictator die in de geschiedenis om de zoveel tijd ziet terugkeren. En je ziet dat idee terugkeren bij mensen die je niet kunt verdenken van dom te zijn. Je vindt dat bij Thomas Hobbes, je vindt dat bij Sigmund Freud en je vindt dat bij Weber. Dat zijn drie grondleggers. Hobbes is de grondlegger van de politieke filosofie. Weber is de grondlegger, of een van de grondleggers van de sociologie. En Freud is de grondlegger van de ambulante psychotherapie. Alle drie zullen zij het idee naar voren schuiven dat er een centrale, patriarchale leider nodig is om dat groepje ongeregeld toch maar onder de duim te houden. Bij Hobbes wordt dat de Leviathan. Bij Freud wordt dat de vader, de oervader. En bij Weber wordt dat de charismatische leider. Ja. Goed. Dit is een idee dat trouwens ook vandaag, en altijd eigenlijk al, dat is een idee dat in tijden van crisis heel populair is. Hè? De roep naar de verlichte dictator. De verlichte dictator die in het belang van het volk, in het belang van de gemeenschap, de juiste beslissingen zal nemen en eindelijk al die rommel zal opruimen. Dat is ook het idee dat achter die redeneringen van zowel een Hobbes als een Freud als een Weber aanwezig is. Ja. Ik vind dat een heel mooi idee en ik wou dat het waar was. Als je in de praktijk gaat kijken, zie je iets helemaal anders. Een verlichte dictator is in eerste instantie een dictator. Punt aan de lijn. En dan krijg je figuren zoals een Robespierre, dat zal jullie niet veel meer zeggen, dat is de man van de Franse revolutie, die de guillotine overuren heeft laten draaien. En dan krijg je een Stalin, dan krijg je een Hitler, dan krijg je een Mao, dan krijg je een Poetin en dan krijg je straks ook nog een Trump. Er zijn uitzonderingen, dat weet ik. Je hebt een Nelson Mandela, je hebt een Gandhi, maar dat zijn de grote uitzonderingen. En in het merendeel van de gevallen is een dictator allesbehalve verlicht. Nu moet ik daarbij een heel belangrijke kanttekening maken. Als we het hebben over een leidersfiguur, ja, dan staren wij ons blind op die figuur en op de veronderstelde kwaliteiten van die figuur, hè. Dat is zo, en je hebt ook heel veel managementcursussen over leiderschap enzovoort enzovoort. Als je geld wilt verdienen, moet je zeker in die sector gaan. Dan kun je met een grote auto rijden, enzovoort. Goed, ik ga niet cynisch binnen doen. Wat men daarbij vergeet, is dat leiding geven nooit in een vacuüm gebeurt. Het leiding geven gebeurt binnen een bepaalde organisatiestructuur. Met accent op het woordje structuur. En de kwaliteit van de leider, dus de persoonlijke kwaliteiten van de leider, doet er al bij al niet zoveel toe. Dat staat in schril contrast tot het belang dat wij al vrij lang hechten aan die figuur. En dat betekent dat we ons verkijken en niet zien dat de organisatiestructuur daar veel determinerender is. En grosso modo kun je twee organisatiestructuren naast en tegenover elkaar plaatsen. Je hebt de klassieke organisatiestructuur van leiderschap en dat is de piramide. Top-down. Een command- en control-model. En het is die structuur die bepaalt hoe de leider functioneert. Niet omgekeerd. De leider heeft er weinig aan te piepen. De andere versie is het horizontale netwerkmodel.
dat ook al vrij lang bestaat. Dat is nu iets wat opnieuw in de mode komt, maar we vinden telkens opnieuw het warm water uit. Het horizontale netwerkmodel betekent dat je een leiderschap hebt bottom-up, waarbij sociale controle veel belangrijker is. Dit is een heel andere vorm van leiding geven en vraagt ook andere persoonlijkheidskenmerken. Wel, in beide gevallen is het de organisatie van de uitoefening van de autoriteit, want daar komen we natuurlijk op neer. In beide gevallen is het de organisatiestructuur die bepalend is voor de stijl van de leider. En niet die individuele kenmerken van die man of die vrouw. Tot vandaag de dag verkijkt men zich daar nog altijd veel te veel op. En dat heeft dan natuurlijk ook alles te maken met het feit dat wij nu in een tijdperk leven waar alles over het ik draait. Alles over het veronderstelde superieure ego dat dan het verschil zou maken. Goed, dit eventjes als een parenthesis. Ik ga er nauwelijks nog op terugkeren, maar ik vond het toch wel even van belang om dat mee te geven, zeker voor die mensen onder jullie die later in de bedrijfspsychologie zullen werken. Volgende onderzoek, waarschijnlijk ook wel ondertussen al gekregen in de sociale psychologie, de Robbers Cave experiment van Muzaffer Sherif, hebben jullie dat gehad of niet? Even kijken, ja. Goed. Ook daar weer interessant om de context te zien. Onderzoeken vallen niet uit de lucht, die staan altijd bij een bepaalde context. Dus de context is nog altijd dezelfde. Na de Tweede Wereldoorlog, overtuiging dat de mens slecht is. En dat is aanwezig in het ruimere cultureel denken. En dat betekent dat dat ook verschijnt in de literatuur en de filmwereld. En we krijgen op dat ogenblik de publicatie van een roman, Lord of the Flies, Heer der Vliegen, van Ene Golding, en die krijgt daar de Nobelprijs literatuur voor. Wat is het verhaal, Lord of the Flies? Een vliegtuig dat noodlanding moet maken, of een schipbreuk, het zal een schipbreuk geweest zijn gezien het tijdskader, een schipbreuk, op grond waarvan een groep kinderen alleen op een verlaten eiland achterblijft, en ze moeten dus een plan trekken. En wat blijkt, ze verblijven daar een aantal jaar, op dat verlaten eiland, wat blijkt, binnen de kortste keren ontstaan er twee groepen die elkaar op leven en dood gaan bevechten. Totdat er dan toevallig een boot passeert die dus het eiland aandoet, dat ontdekt hoe vreselijk dat wel is, dat die jongeren op zo'n korte tijd zo'n oorlogszuchtige zaken ontwikkeld hebben, waarna ze terug meegenomen worden naar de beschaving en vervolgens kunnen heropgevoed worden. Dat leest je niet in de roman, maar dat is wel het idee. Hè? Dus je ziet daar het idee, de mens, het kind is wezenlijk slecht, laat het aan zijn lot over en dat slechte komt alleen maar naar buiten. En dat slechte moeten we dus onder de knoet houden. En de knoet mag je hier letterlijk begrijpen. De knoet is het instrument waarmee kinderen vroeger afgeranseld werden. Goed. Dat is dus de context. En Muzaffer Sherif gaat dat idee van Lord of the Flies gaan realiseren. Hij zal dus binnen de Amerikaanse cultuur bestaat er zoiets als een summer camp, waarbij kinderen tijdens de zomervakantie gedurende langere periode op kamp gaan, in groep. En hij gaat dat vrij zorgvuldig opzetten, dat experiment. Hij kiest een aantal 11-jarigen die goed gematcht zijn. Ik bedoel, ze komen allemaal, ze hebben allemaal dezelfde sociaal-economische afkomst. Ze worden op een bepaalde plaats gedumpt voor hun zomerkamp. En dan is het de veronderstelling dat er zoiets zal ontstaan als Lord of the Flies-achtige scenario. Hè. Ja. Wat ik er nog vergeten bij te vertellen heb, dat wisten jullie nog wel op grond van vroegere colleges, die groep jongeren, of die groep kinderen, wordt in twee groepen gedeeld. En die twee groepen worden naast en eigenlijk tegenover elkaar geplaatst, competitief. Ja, goed. Op het einde van de rit blijkt dat het resultaat tot op zekere hoogte gelijkt op dat van Lord of the Flies. Zij het dan niet zo gewelddadig. Maar goed, dus ook daar weer hetzelfde wetenschappelijk onderbouwd besluit. Wezenlijk gezien beschikt de mens voornamelijk over slechte neigingen,
Laat het kind of laat de kinderen aan hun lot over. En je ziet dat binnen de kortste keren dat slechte naar boven komt. Weer hetzelfde verhaal, het wordt op een duur een beetje eentonig. Onderzoek van het onderzoek. Wat blijkt? De gepubliceerde onderzoeksresultaten gaan terug op de derde versie van het onderzoek. Versie 1 en versie 2 leverden niet het gewenste resultaat op. Integendeel, in die andere versies gingen de kinderen samenwerken. Op een bepaald ogenblik gingen de twee kinderen samenwerken tegen de volwassenen, maar ze hadden het door dat er iets fout ontlopen was. Dit kreeg je allemaal niet te lezen in het officiële rapport. Dit is bij de twee vorige onderzoekingen. En er moet heel wat manipulatie gebeuren door de onderzoekers om die groepen tegen elkaar op te zetten. De spontane reactie van die twee groepen was grotendeels op een vriendelijke manier naast elkaar bezig zijn. Op een vriendelijke manier naast elkaar bezig zijn. En in het geval dat er problemen waren, gingen ze elkaar helpen. Dat was eigenlijk de meer spontane reactie. Goed, conclusie van dit klassieke onderzoek. Het klassieke onderzoek is duidelijk, beantwoord duidelijk niet aan de hedendaagse standaard van wetenschappelijk onderzoek. Het is gemanipuleerd. Het vertrekt vanuit een bepaald vooroordeel dat bewezen moet worden. Terzijde, dit kunt u ook afvragen bij hedendaags onderzoek. Het is altijd makkelijk om kritiek te geven op vroeger onderzoek. We hebben afstand in tijd en ruimte. Het is nog maar de vraag of het onderzoek dat wij vandaag uitvoeren, wat er op over 20 jaar niet op dezelfde manier naartoe zal gekeken worden. Maar dit geheel terzijde. Goed, het ouder wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat beeld van het slechte in de mens, maar blijkt eigenlijk grotendeels gemanipuleerd te zijn. Wat kunnen we er wel uithalen? Want het is niet zo dat we alles in de vuilbak moeten gooien. Wat we er wel kunnen uithalen is dat de omgeving, en dan bedoelen we voornamelijk de sociale druk en van de groep en van de leiding, dat dit zeer dwingend kan zijn. Dat mensen gemanipuleerd kunnen worden om bepaald gedrag te produceren. En wat je hier ook kunt uit opmaken, dat is dat wij in het algemeen, zonder uitzondering, we denken altijd dat wij als individu uitzonderingen zijn, dat wij in het algemeen zeer volgzaam zijn. Zonder dat we het weten, gaan we mee met de groep. En we denken wel dat we dat niet doen, maar we doen het eigenlijk wel. Ja, een ruimer besluit, dat is ook al vrij duidelijk, denk ik. Het lijkt wel alsof wij onszelf slecht moeten vinden. We wisten het voordien al, het onderzoek bevestigt het en het wordt breed uitgesmeerd in de pers. De media. Ook heel opvallend, was ik nog vergeten te vermelden, zeker in het geval van het gevangenisexperiment, dat wordt gerepliceerd. Dat wordt op een bepaalde moment zelfs gerepliceerd door de BBC en het wordt live uitgezonden. Dat moet van de meest vervelende televisie geweest zijn die er bestaat. Alhoewel, nee, dat is niet juist. De televisie is meestal zo vervelend dat er daar geen grenzen aan zijn. Dat is een ander iets. Het experiment wordt overgedaan, live uitgezonden door de BBC. Geen kat kijkt daarna, wat het zo vervelend is. En dit krijgt geen media-aandacht. Dus je zou dan verwachten, je hebt een experiment, dat haalt bij wijze van spreken de wereldpers, de mensen zijn sadisten, mensen zijn ding. Dan krijg je een effectief, goed onderbouwd wetenschappelijk onderzoek, die zegt van ja, maar dit is lariekoek. Dit is onzin, dit is opgezet spel, dan zou je verwachten dat dit ook frontpagina nieuws wordt. En dat is nu net niet het geval. Dit krijgt nauwelijks aandacht. Het gerepliceerd onderzoek van Zimbardo is minstens in 10 à 1 artikels gepubliceerd. In de algemene pers vind je er geen aandacht voor. Dus ook daar zie je weer de kracht van een vertoog. Want dit had een correctie kunnen zijn, maar dat is niet gebeurd. Goed, het wordt nog ironischer. Dus we vertrekken bij die overtuiging dat de mens slecht is. Met daarbij dan het idee, we moeten die mens zoveel mogelijk corrigeren.
haar opvoeden, disciplineren, noem maar op. Maar dan krijg je vanaf, pakweg de jaren 90, vertrekkende bij hetzelfde idee, de mens is slecht, een omkering wat de appreciatie en de interpretatie daarvan betreft. En dan wordt het helemaal gek, vind ik persoonlijk. Dan krijg je eigenlijk de volgende redenering. De mens is slecht, dat klopt, dat weten we, maar eigenlijk is dat al bij al zo slecht niet, dat hij slecht is. Eigenlijk is het feit dat hij slecht is, heel goed. Want het feit dat hij slecht is, is goed voor de maatschappij. Dat brengt de maatschappij vooruit. En dit is de invulling van het homo economicus model. Je krijgt daar dus een heel vreemde omkering. Een omkering niet in de overtuiging, de mens blijft slecht, maar wel in de maatschappelijke interpretatie ervan. Het feit dat de mens slecht is, is eigenlijk een goed ding. We keren even terug in de geschiedenis, alles herhaalt zich om de zoveel tijd. We keren terug naar de 17e eeuw, naar Mandeville. Ik weet niet goed wat ik het naam moet uitspreken. Bernard Mandeville was oorspronkelijk van Nederland, maar heeft zijn carrière gemaakt in toenmalig Groot-Brittannië als arts, filosoof, econoom. En die man zal een idee lanceren dat samengevat kan worden in één slogan: private vices, public benefits. Private vices, dus privé ondeugden. Iemand die immoreel of amoreel gedrag vertoont als individu. Dat is eigenlijk goed voor de maatschappij. Private vices, public benefits. En hij gaat er letterlijk van uit dat de mens egoïstisch is, hebzuchtig, leugenachtig, opportunistisch, steeds uit op eigen profijt, losbandig, noem maar op. Dus alle dingen die hij niet wilt. En zegt hij, dat is zeer goed. Want dit doet de economie draaien. Dit zorgt voor werk. Dit zorgt voor financieel gewin. Mochten we ons allemaal gedragen op een moreel goede manier, het zou zeer slecht gaan met de economie en zeer slecht gaan met de markt en zeer slecht gaan met de maatschappij. Dus private vices, public benefits. En hij doet dat in een fabel, dat gebeurde wel vaker in dat tijdskader, een fabel, The Fable of the Bees. Ik heb de Wikipedia pagina erbij gezet, je kan het daar eventjes gaan bekijken. Goed, die interpretatie, die lezing uit de 17e eeuw, keert terug eind vorige eeuw. En als het terugkeert, dan keert dat in eerste instantie terug in, wat ik zou uitdrukken, het veld van het culturele. Want het is daar dat het vertoog verspreid wordt. Het is geen toeval dat Mandeville het als een fabel schreef die door een brede laag van de bevolking kon gelezen worden. Wel, de invulling van het homo economicus model zal aan bod gebracht worden via de filmwereld. Hè. En de film die dat in eerste instantie naar voren schuift, is de film Wall Street. Jullie kennen Wall Street, de straat van de beurs in New York. Wall Street, gemaakt door Oliver Stone in 1988, denk ik, of 84. Maakt me niet uit, dat is binnen van de jaren 80. En wat krijg je in die film? Je krijgt daar het beeld van iemand, een centrale figuur, een manager, een beursmanager, die de personificatie is van datgene wat Mandeville al beschreven had, en die eigenlijk voortdurend erop uit is voor het eigen gewin, het eigen opportunisme, maar die tezelfde tijd ook lezingen heeft in de beurs en voor een groot publiek, om te zeggen van, maar dit moeten we doen. Dit is de enige manier om bedrijven hogerop te helpen. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat de economie draait. En er is een fameuze speech die bekend staat onder een slogan die voortdurend in de speech terugkeert. En die luidt als volgt: greed is good. Hebzucht is goed. Mocht er geen hebzucht zijn, de wereld zou niet draaien. En in die speech, je kunt die op YouTube bekijken, in die speech, draait hij heel de zaak om. Hij legt eigenlijk uit hoe solidariteit het domste is wat je kunt doen.
En hoe hebzucht eigenlijk zeer goed is voor het maatschappelijke. Nu komt de ironie. De ironie is het volgende. Oliver Stone, een Vietnam-veteraan, Oliver Stone heeft die film gemaakt om het Amerikaanse publiek te verwittigen. Om ze wakker te schudden. Om te zeggen van, let op, we zijn aan het evolueren in die richting. En dit is echt geen goed idee. De ironie is dat de hoofdfiguur van de film een belangrijke identificatiefiguur werd voor jonge Amerikanen. Ze gingen zich identificeren met de figuur van Gordon Gekko. Dat is de naam van de hoofdrol in die film. Goed, latere versie, meer aansluitend bij jullie generatie, minder goed als film vind ik, maar toont eigenlijk hetzelfde, dat is The Wolf of Wall Street. Dan krijg je hetzelfde beeld uiteindelijk, zei het dan, vind ik filmisch gezien ietsje zwakker. Dus dat is het vervolg, zou je kunnen zeggen, gebaseerd op dezelfde overtuiging, de mens is slecht, maar met een soort goed praten ervan. De mens is slecht, maar eigenlijk is dat slecht in de mens goed. Ja. Ik heb dat nu gesitueerd in de periode vanaf pakweg 1990, maar eigenlijk is dat al veel ouder. Dat heb ik al aangegeven door te verwijzen naar Mandeville, 17e eeuw. Maar er is nog een veel krachtiger, ja, hoe moet ik het uitdrukken, sociaal-culturele stroming die eraan ten grondslag ligt en die ook dichter bij ons ligt. En dat is het sociaal-darwinisme. Dat is een beweging, een theorie die we vinden vanaf eind 19e eeuw tot eigenlijk tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dus eind 19e eeuw tot pakweg 1940, 1945. Goed, sociaal darwinisme, wat moet je daaronder begrijpen? Laat ons eerst eventjes kijken naar Darwin, naar de evolutietheorie. Dat is het gemakkelijkste. Vrij bekend neem ik aan. Darwin gaat ervan uit dat soorten evolueren. En op grond waarvan evolueren ze en veranderen ze? Wel, ze evolueren op grond van twee factoren. De omgeving die verandert, denk aan wat wij nu meemaken, die klimaatverandering. De omgeving verandert en er zijn toevallige genetische mutaties. En die toevallige genetische mutaties, die kunnen al dan niet aansluiten bij de omgeving en bij de verandering in de omgeving. Als ze aansluiten, als die genetische mutaties aansluiten bij die omgeving, en zeker bij een veranderde omgeving, ja, dan zorgt dat ervoor dat die genetische mutatie zich veel beter kan voortplanten. En dat we dus meer van die soort zullen krijgen. Dat is de survival of the fittest. Ja. Dus de overleving, en ik zou je ook moeten zeggen de voortplanting, van de meest aangepaste. Fittest betekent aanpassing. Dat hoef ik jullie niet te vertellen, jullie Engels is beter dan het mijne. Goed, dus twee factoren, genetische verandering op toevalsbasis en verandering van de omgeving. En al naar lang dat er dan een match tussen staat, zal dat in het voordeel van de soort werken. In veel gevallen is het omgekeerd, in veel gevallen is een genetische zorgt een genetische verandering, een genetische mutatie, voor een minder goede aanpassing en zal het zichzelf uitschakelen. Goed, sociaal darwinisme, anderhalve eeuw na Darwin, gaat die theorie gaan toepassen op het sociale veld. En dan wordt het iets helemaal anders natuurlijk. Hè? De redenering die daarbij naar voren geschoven wordt, zal gebruikt worden als een rechtvaardiging voor kolonialisme, voor slavernij, voor ongelijkheid, en voor onderdrukking, ook van de vrouw. Uitdrukkelijk ook van de vrouw in het Westen. Dus het sociaal darwinisme is een pseudo-wetenschappelijke theorie die gebruikt wordt om een aantal zaken, een aantal maatschappelijke ingrepen, een aantal maatschappelijke structuren te gaan rechtvaardigen. Wat is de redenering? En die redenering, je moet ze eigenlijk in detail gaan volgen om te zien hoe ze plots verglijdt naar iets anders. Want ze vertrekt bij iets wat in eerste instantie juist is, vandaar dat ze ook zoveel kracht gehad heeft. Maar ze wordt heel snel iets anders. Het uitgangspunt
leunt nauw aan bij Darwin. Met name de vaststelling dat de natuur de sterksten bevoordeligt en de zwakkeren doet verdwijnen. En dit is de natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie is de term van Darwin, hè? Dus ik herhaal even. De natuur bevoordeelt de sterksten en doet de zwakkeren verdwijnen. Dit is de natuurlijke selectie. Je moet al even nadenken om in dit uitgangspunt de fout te zien, hè? Probeer ik er even na te denken. Ik heb dat straks Darwin samengevat. Wat is hier een heel belangrijke verandering? Ik moet geen antwoord geven, maar probeer het eens voor jezelf te vinden. Bij Darwin gaat het over de fittest, niet over de strongest. Dat is een heel groot verschil. De meest aangepaste, niet de sterkste. Dus de natuur bevoordeelt de sterkste en doet de zwakste verdwijnen. Dit is natuurlijke selectie. Met andere woorden, de volgende stap, de sterke partijen, die mogen dus de zwakkeren uitbuiten. Dat ligt in de lijn van de natuurlijke selectie. Want die zwakkeren die gaan toch verdwijnen. Volgende stap. Niet-blanke rassen en vrouwen, wordt uitdrukkelijk gezegd, zijn minder waardig. Dus uitbuiting, onderdrukking, opsluiting, geen enkel probleem. Ligt in de lijn van de natuur. Telkens opnieuw dat argument. Volgende stap, dan zijn we in 1925. Volgende stap. We kunnen die natuurlijke selectie best een handje helpen, want dat gaat zo traag. We kunnen dat best een handje helpen. En dus die zwakke rassen, want die zwakke rassen, dat is een rem op de vooruitgang, hè? Dat houdt ons tegen. Die zwakke rassen, die kunnen we beter uitschakelen. Die kunnen we beter zo efficiënt mogelijk uitschakelen. En dan krijg je de eugenetica. Je ziet dat in die redenering, en dan zitten we terug bij Mandeville, en zitten we ook bij het Homo economicus model, je ziet dat in die redenering solidariteit een heel slecht idee is. Hè? Waarom zou je solidair zijn met een groep die toch aan het verdwijnen is? Je houdt ze alleen maar langer in stand. Met andere woorden, alle sociale maatregelen ter bevordering van onderwijs, ter bevordering van zorg, ter bevordering van weet ik veel wat, huisvesting, hygiëne voor die zwakkere groepen, moet je beslist niet doen. Dus het is tegen de natuur. Integendeel, je moet er eigenlijk voor zorgen dat ze zo snel mogelijk verdwijnen. Ja. En dit sluit dan aan, we zijn altijd bezig in 1930, dit sluit dan aan bij het doemdenken en het ondergangsdenken dat toen heel sterk aanwezig was. Denk aan die boeken die ik geciteerd heb in de inleiding. Spengler, de ondergang van het avondland. En Ortega y Gasset, de opkomst van de massamens. Twee studies die eigenlijk min of meer hetzelfde verhaal brengen. Of ze zijn minstens zo gelezen geworden. Vooral duidelijk, die auteurs waren intelligenter dan dat. Dat moet ik hen wel nageven. Maar hun werk is zo gelezen geworden. Als volgt. Onze cultuur, Europa, het avondland, is ten onder aan het gaan. En het is ten onder aan het gaan, waarom? Omwille van die input van die vreemde, zwakke rassen. De Joden en de slaven. De slaven niet in de betekenis van Romeinse slaven, maar de slaven in de betekenis van Oost-Europeanen. En die zorgen ervoor dat onze cultuur achteruit gaat. Dus die moeten we eigenlijk tegenhouden en liefst elimineren. Want onze cultuur gaat anders ten onder. En je krijgt daar dat sociaal darwinisme, dat een mengeling wordt van economie, cultuur, racisme, noem maar op. Ik denk dat ik er geen tekening moet bij maken als ik zeg dat ons tijdperk daar weer heel dichtbij staat. Er zijn heel veel politieke partijen die dezelfde redenering aan het maken zijn. Van zodra ze proberen naar een wetenschappelijke ondergrond aan te geven, slaan ze de bal mis. Je kunt dit op geen enkele manier wetenschappelijk gronden. Dat je die politieke keuzes maakt, goed,
politiek, dat kan heel veel verschillende richtingen gaan. Maar dit presenteren als een wetenschappelijk onderbouwd verhaal, dit is zo'n kwatsch dat je daar als toekomstige academicus minstens tegen gewapend moet zijn. Goed. Je kan er nog heel veel over vertellen, maar ik ga daar niet verder op ingaan. Maar je ziet dus hoe, even terug de lijn hernemen, je ziet dus hoe een bepaalde mensopvatting en de overtuiging dat het zo is, welke effecten dat heeft, welke impact. Mens is slecht, wordt bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. Dat wetenschappelijk onderzoek blijkt doorgestoken kaart te zijn, dat wordt weerlegd. Maar de weerlegging krijgt geen aandacht. Wordt eigenlijk niet gehoord. De overtuiging blijft bestaan. De omkering. De mens is slecht. Ja, inderdaad, hij is slecht. Maar eigenlijk is dat een goed idee. Want dit zorgt ervoor, en dan krijg je eigenlijk een rechtvaardiging voor een aantal sociale structuren die meer te maken hebben met macht dan met iets anders. Nu gaan we naar hedendaags wetenschappelijk onderzoek. En daar zien we, en dat is een soort overcorrectie, vrees ik, daar zien we natuurlijk het tegenovergestelde. En dat zal jullie denk ik ondertussen wel al bekend zijn. Het recent wetenschappelijk onderzoek gaat de andere stelling onderbouwen. Met name de stelling dat de mens wezenlijk goed is. En dit is de laatste pakweg 20 jaar staat dat uitdrukkelijk op de agenda en wordt eigenlijk steeds meer onderbouwd. En er zijn er in ons taalgebied twee goede overzichtswerken over gepubliceerd. Eén in Vlaanderen van Dirk van Duppen en Hoebeke en dan één in Nederland door Rutger Bregman. Ze zijn alle twee vrij verschillend. Dat van Bregman heeft het meest exposure gekregen, het meeste media-aandacht, dus ook het vlotst geschreven. Dat van Bregman richt zich voornamelijk op sociaal-psychologisch onderzoek. Het boek van Duppe en Hoebeke is veel meer positief wetenschappelijk, leest daardoor ietsje stugger, vind ik, maar is terzelfde tijd, ja, naar mijn aanvoelen, meer overtuigend. Het feit dat het eerste boek zo weinig aandacht gekregen heeft, terwijl het uiteindelijk een zeer goed boek is, heeft natuurlijk alles te maken met de ultralinkse signatuur van de auteurs. Dirk van Duppen is al sinds jaar en dag lid van PvdA, dus de communistische partij in België. Hoebeke denk ik ook. En dat betekent dat zij natuurlijk geen aandacht mogen krijgen. Dat is dan zo. Links is verdacht op dit ogenblik. Rutger Bregman is de zoon van een protestantse predikant. Zitten we een heel ander verhaal, zitten we in een andere groep en krijgt dus een heel andere exposure. Dat geef ik er even bij om maar aan te geven dat het niet altijd de intrinsieke kwaliteiten zijn van een werk, kunstwerk, boek, muziek, dat het vaak ook de context is die bepalend zal zijn welke aandacht er gegeven wordt. Goed, we gaan een aantal van die onderzoekingen overlopen. Ik heb ze samengevat in de syllabus, ik ga ze niet allemaal in detail bespreken. De boodschap is eigenlijk systematisch dezelfde. En in die zin krijgen we wel een beetje een overcorrectie, denk ik, op het vorige idee, de mens is slecht. Nu langs alle kanten krijgen we de overtuiging dat de mens goed is. Het meest fascinerende vond ik het onderzoek bij baby's en peuters. Samengevat door Paul Bloom, een ontwikkelingspsycholoog van Yale University. Het is fascinerend om te zien hoe inventief de onderzoekers zijn om baby's van 3 maanden te gaan testen. Een baby van 3 maanden, dat is een slaap- en kakmachine. Veel meer komt daar niet uit als je daar als buitenstaander naar kijkt. Als je zelf vader of grootvader bent, ziet je natuurlijk veel meer en is dat veel leuker en veel aangenamer. Maar het idee dat je daar onderzoek mee kunt doen, ze kunnen nog maar moeite rechtop zitten als ze 3 maanden oud zijn. Wel, Bloom, en niet alleen Bloom, maar ook zijn onderzoekers, die zijn daar zeer inventief mee te werk gegaan. De beschrijving van dat onderzoek vond ik een plezier om te lezen, ook omdat ze nagedacht hebben over de mogelijke valkuilen daarbij. Maar goed, wat doen ze? Ze werken met een soort tik-tak-achtige tekenfilmpjes. Dus ze tonen
ze tonen letterlijk visuele verhaaltjes die heel elementair zijn in de zin van er wordt een goed gedrag getoond en er wordt slecht gedrag getoond. Dat gaat dan over een figuur die, en dat zijn dan geometrische figuren, maar altijd voorzien van ogen. Baby's zijn zeer aandachtig voor ogen, dus dat associëren ze onmiddellijk met het menselijke. Dus het kunnen driehoeken zijn, het kunnen cirkels zijn, het kunnen kubussen zijn, maakt niet uit, maar ze zijn voorzien van ogen. Dus je hebt een figuur die de helling probeert op te gaan en je hebt een andere figuur die dat eerste figuurtje eraf duwt. Dus die is duidelijk antisociaal gedrag vertoont. Of omgekeerd, je hebt een figuurtje die meehelpt duwen naar boven. En zo zijn er een aantal proeven in oneindig veel varianten. Oneindig is niet waar, voet in een aantal varianten. En je ziet eigenlijk systematisch dat die peuters, het zijn eigenlijk nog baby's, dat die een voorkeur hebben voor de prosociale figuur. Men gaat dat meten door de oogbewegingen. Men gaat dan in andere experimenten gaan kijken naar welke figuur dat ze het meest kijken en, van welke dat ze het meest wegkijken. En het blijkt systematisch zo te zijn dat ze meer aandacht besteden aan de prosociale figuur en minder aan de antagonistische figuur. Goed, en dan gaat dat verder. Al naar lang als ze ouder worden, kunt je natuurlijk meer onderzoek daarmee gaan doen, meer gevarieerd. En telkens opnieuw blijkt dat heel jonge kinderen, dus peuters en kleuters, dat die helpend gedrag gaan vertonen, spontaan, zonder dat ze het moeten gezegd worden, dat ze ook gaan troosten, dat ze dat prosociaal gedrag ook in gedrag gaan uitdrukken. Dat ze ook een elementair rechtvaardigheidsgevoel hebben. Dat ze oneerlijk gedrag gaan afstraffen. Dus al die zaken vind je eigenlijk systematisch terug in onderzoek. Een heel opvallend iets, en dat is ondertussen door ander onderzoek bevestigt, een toch wel heel opvallend iets, is dat het aanmoedigen door de ouders of de proefleiders, dat het aanmoedigen of het belonen van altruïstisch gedrag bij kleuters, dat gedrag doet afnemen. Dat is heel verrassend. Als je elementair gedragspsychologisch redeneert, dan zou je er moeten van uitgaan dat gedrag waarbij er een externe bekrachtiging volgt, een beloning, dat gedrag zal toenemen. En omgekeerd, gedrag dat afgestraft wordt, dat zal verminderen. Wel, hier in een aantal proefopzetten gaat men altruïstisch gedrag bij kinderen belonen. En het gevolg is dat het afneemt. Dat ze, met afnemen moet je dan het volgende begrijpen, ze gaan het niet meer spontaan vertonen. Het verdwijnt uit het spontane gedragsrepertoire. Ook opvallend en daarbij aansluitend, kleuters zijn al heel vroeg geneigd om te delen. Vanaf een bepaalde leeftijd wel te verstaan. Wel, het opvallende daarbij is dat ze geneigd zijn om meer te delen als het meer van hen vraagt. Dus ook daar zou je weer het omgekeerde verwachten. Je zou verwachten, ja, als het weinig van u vraagt, dan is het gemakkelijk om te delen en dan zou het gesneller delen. Wel, het is net het omgekeerde wat uit onderzoek blijkt. Als het meer moeite kost, dan gaat men meer delen. Goed, wat is de achterliggende verklaring? En daar gaan jullie zeker nog les over krijgen, want een aantal van onze jonge professoren hier en zijn daar heel goed mee bezig. Het achtergrond daarvan is het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Motivatie die van binnenuit komt en een motivatie die van buitenaf komt. En dat sluit dan ook aan bij de zogenaamde zelfdeterminatietheorie. Als de motivatie extrinsiek is, dus van buiten gegeven wordt, dan doet dat afbreuk aan de intrinsieke. En dat is dus eigenlijk een heel slecht idee. Ja. Goed, nu spring ik enorm vooruit in de tijd. Qua leeftijd bedoel ik, we waren bezig met kleuters en peuters. Uit bedrijfspsychologisch onderzoek blijkt dat bonussen bij volwassen mensen niet werken.
Dit is hetzelfde. Even nuanceren. Bonussen werken tot een bepaald financieel punt. Natuurlijk, als je maar €1.450 per maand verdient, wat vandaag de dag niet zoveel is, en je kunt via bonus dat optrekken tot 1.700, ja, dan zijn die bonussen echt wel belangrijk. Als je een inkomen hebt waarmee dat je ruimschoots toekomt, en dan komen er nog bonussen eventueel bij, dan hebben die geen motiverende waarde meer. Ze krijgen enkel een belang in het competitieve, wat eerder negatief werkt dan positief. Dus kort samengevat, bonussen geven aan volwassenen om hun prestaties te verhogen, voorbij een bepaald inkomensniveau, dat moet je er wel bij in rekening brengen, werkt niet. En heeft eerder negatieve effecten. Goed, het is 16:45, we gaan een kwartier stoppen en dan hernemen.
De deuren mogen dicht bovenaan. We waren geëindigd bij wat ik toch wel fascinerend onderzoek vind bij heel jonge kinderen, zoals bij baby's. Een van de belangrijke voordelen van dergelijk onderzoek is natuurlijk dat het leergedrag uit hoofde van die jonge leeftijd, dat het leergedrag heel erg beperkt is. Hè. De kinderen, trouwens ook andere sociale dieren, zijn leermachines die heel snel een aantal dingen aanleren. Maar hoe jonger en hoe beperkter de bewegingsmogelijkheden, hoe beperkter de ontwikkeling van de hersenen, hoe meer je moet aannemen dat datgene wat we zien eigenlijk van binnenuit komt. Dat dat intrinsiek is. Je kan er natuurlijk nooit helemaal hard maken. We weten bijvoorbeeld, ik zal daar straks een heel belangrijk voorbeeld van geven, we weten bijvoorbeeld dat er al leergedrag is in de baarmoeder. Dat de baby's daar al bepaalde dingen leren. Maar hoe dan ook, het lijkt mij vrij plausibel dat hoe ouder een kind, hoe ouder iemand wordt, hoe groter de kans dat we een gedrag zien verschijnen dat een resultante is van een aantal eventuele aangeboren zaken en voornamelijk leeraspecten. Mag die deur even dicht bovenaan, want dat hapend gat stoort mij. Goed, nu gaan we naar oudere kinderen. En bij oudere kinderen, ja, uit hoofde van de leeftijd, is het natuurlijk zo dat het effect van de omgeving alleen maar belangrijker en belangrijker wordt. En dat brengt ons bij die kapitale vraag, van we hebben iets waarbij dat we vertrekken. Baby's brengen iets mee, dat is vrij duidelijk. Dat is geen onbeschreven blad papier, we gaan er op terugkeren als we het hebben over de identiteitsconstructie. Baby's brengen iets mee, maar de omgeving grijpt daarop in. En de omgeving zal dat heel sterk gaan sturen. En goed, dat is de vraag van wat kunnen we op grond van hedendaags wetenschappelijk onderzoek daarover vertellen. Wat leert ons dat? Wel, eerst en vooral zien we dat de ontwikkeling doorgaat in dezelfde richting zoals aanvankelijk al aanwezig was. Het prosociaal gedrag neemt toe. En dat prosociaal gedrag wordt nu inderdaad gedrag. Kinderen krijgen meer motorische mogelijkheden. Ze kunnen stappen, ze kunnen allerlei handelingen stellen. En je ziet dat ze dat gedrag ook gaan toepassen en dat ze actief gaan tussenkomen. Om te helpen, om te troosten, om zich kwaad te maken in het geval er een oneerlijke verdeling gebeurt, noem maar op. De impact van de omgeving wordt ook, hoe langer hoe duidelijker. De sociale controle, de blik van de ander, die werkt sturend. En dat is natuurlijk iets wat we allemaal wel weten, maar goed, uit onderzoek zie je dan toch ook wel eens op welke manier dat werkt. Laat kinderen alleen en ze vertonen een bepaald gedrag. Zet er anderen bij, zeker volwassenen, zeker vreemde volwassenen, en ze gaan zich anders gaan gedragen. Het lijkt alsof ze automatisch gaan rekening houden met de verwachtingen van die ander. Zelfs als die daar gewoonweg zit, gewoonweg aanwezig is. Goed. Uit het onderzoek blijkt bovendien niet alleen dat de ander van belang is, maar vooral ook dat de groep van belang is. En dat zullen we systematisch zien terugkeren, het belang van de groep. Dat staat een beetje haaks op het overmatige belang dat wij vandaag de dag hechten aan het ik, aan het individu en aan de één-op-één relatie. Het is veel meer de groep die belangrijk is. Wat is de definitie van een groep? Wat mij betreft vanaf het moment dat je met drie zit. Twee is een koppel. Drie, vanaf drie heb je een groep. En uit het onderzoek blijkt dat we een onderscheid kunnen en moeten maken tussen de in-groep, ik ga even de Engelse term gebruiken, de in-groep en de out-groep. De binnengroep en de buitengroep. De eigen groep en de groep van de anderen.
De niet-eigen, de niet-binnen. Dat is natuurlijk van kapitaal belang. Hè? Als je maatschappij gaat bestuderen, maatschappij, dat is geen monolithisch blok, dat bestaat uit verschillende groepen, waar tussen onderlinge verhoudingen geïnstalleerd moeten worden. Wel, we zien hier, vanaf de vroege kindertijd, dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen twee groepen, de eigen groep en de groep daarbuiten. En nu is de vraag, op grond waarvan wordt dat onderscheid gemaakt? Kapitale vraag, waar heel veel implicaties aan verbonden zijn. De twee meest overtuigende antwoorden zijn de volgende. Eén ervan is niet verrassend, een ander ervan is wel verrassend. De eerste, die niet verrassend is, de ingroep bestaat uit de mensen die men kent. De mensen die men ziet. De mensen waar men, bij wijze van spreken, op dagelijkse basis mee omgaat. Die groep worden gedefinieerd als de bekenden. Ja. We gaan dat straks even hernemen. Differentiatiekenmerk voor de ingroep. Een tweede kenmerk is meer verrassend. Dat is de eigen taal. En waarom is dat zo verrassend? Op het eerste zegt zo gezegd, ja goed, dat is toch logisch. Nee, het verrassende is dat dit aanwezig is onmiddellijk na de geboorte. Onmiddellijk na de geboorte zijn baby's in staat om een onderscheid te maken tussen iemand die de eigen taal spreekt en iemand die een andere taal spreekt. Het gaat nog verder. Baby's zijn in staat van het verschil in accenten te horen. Een Nederlandse baby reageert op Hollands-Nederlands. Een Vlaamse baby reageert op Vlaams-Nederlands. En een Vlaamse baby reageert zelfs op de verschillende streekdialecten. Om een onderscheid te maken tussen de in-groep en de out-groep. We kunnen niet anders dan aannemen dat een baby dit geleerd heeft tijdens de zwangerschap. Dat de foetus blijkbaar die geluiden, want een foetus kan horen, dat een foetus blijkbaar die geluiden gecapteerd heeft en dat dat voor hem of voor haar deel uitmaakt van dit ken ik en het andere ken ik niet. Dus in groep, bij de beide criteria, staat eigenlijk voor wat bekend is. En wat niet bekend is. Wat bekend is, is wat ik hoor, dezelfde taal, en wat ik zie, de mensen die ik iedere dag rond mij krijg te zien. Goed, dus het belang van de moedertaal, want dit mag je letterlijk begrijpen, het is natuurlijk de taal van de moeder die de foetus het meest zal horen, het belang van de moedertaal kunnen we eigenlijk niet onderschatten. En dit was voor veel onderzoekers een verrassing, dat een baby in staat is om dat onderscheid te maken. Goed, dan natuurlijk een heel kapitale vraag. Het is Amerikaans onderzoek. Wat met het verschil in huidskleur? Amerika is nog altijd een vrij racistisch land. Men ontkent dat wel, maar dat is niet... Niet anders, vrees ik. Vandaar ook het belang van dit onderzoek. De huidskleur, de verschillende huidskleuren, een basis voor een onderscheid te maken tussen in-groep en out-groep. Daar is vrij veel onderzoek naar gedaan, dat is ook niet verwonderlijk. En daaruit blijken de volgende resultaten. Kinderen, dus baby's, peuters, die opgroeien in een gekleurde omgeving, die dus in een crèche opgroeien of in een buurt opgroeien waar ze verschillende mensen met verschillende huidskleuren zien, die zien dat letterlijk niet meer. Dit maakt deel uit van hun leefwereld en dit wordt geen differentiatiecriterium. Ze zien het gewoon niet meer. Niet. Dit is gewoon, maakt deel uit van hun omgeving. Kinderen die opgroeien in een eenkleurige omgeving, en dat kan dan blank, wit, zwart, heel bruin, whatever zijn. Kinderen die opgroeien in een eenkleurige omgeving,
ja, die beschouwen een anders, iemand met een andere huidskleur, uitdrukkelijk als anders. Uitdrukkelijk. Als anders en als vreemd. Dat is voor ons vandaag natuurlijk, zeker voor jullie generatie, minder het geval, omdat jullie eigenlijk, en dat is een goede zaak, al op een heel jonge leeftijd, via de veranderde cultuur, de veranderde maatschappij, de beeldcultuur, in contact komen met alle mogelijke huidskleuren, waardoor dat sowieso al ja, deel uitmaakt van de normale omgeving. Even kijken naar mijn generatie. Ik weet nog heel goed, we gaan even terugkeren in de tijd. Ik denk dat ik een jongetje van een jaar of 13 ben. Ik speel bij de lokale voetbalploeg. En we gaan voetballen bij een andere boerenparochie. 7 kilometer van huis, heel ver, 7 kilometer van huis. En bij die andere voetbalploeg speelt er een zwarte jongen. Ik was 13, dat was de eerste keer in mijn leven dat ik iemand zag met een zwarte huidskleur. Ik herinner mij nog altijd, niet alleen bij mij, maar bij die andere kinderen ook, want niemand had ooit iemand gezien met een zwarte huidskleur. Televisie was nog heel beperkt op dat ogenblik. De enorme verrassing. Zo van, wat, en tot overmaat van verrassing, want dan verwacht het andere, ik bedoel, allerlei ideeën die binnen te draaien, tot overmaat van verrassing bleek die zwarte jongen exact hetzelfde dialect te spreken als wij. Dus dat klopte niet, hè. Taal is het eerste differentiatiecriterium. Bovendien ook, zeker met hetzelfde accent, dus het een bepaald regionaal dialect. Dat is mijn groep. En dan ziet je iemand met een kleur die je nog nooit in het echt gezien hebt en die spreekt hetzelfde dialect. Ik denk dat wij daar 2 weken over gebabbeld hebben. Dat was zo voor ons het totaal vreemde. Onbegrijpelijk. Goed, dit is vandaag verdwenen, wat op zich al een illustratie is van het feit dat bekendheid met andere huidskleuren het meteen tot op zekere hoogte banaliseert. Het valt eigenlijk niet meer op. En als het opvalt, is het vaak omwille van randkenmerken, omwille van andere kenmerken, de taal, de kledij, noem maar op. Goed, nog altijd bij hetzelfde onderzoek, dus onderzoek naar het effect van kleur. Kinderen die opgroeien in een gemeenschap die één kleur is, vinden een andere kleur vreemd. Kinderen die opgroeien in een multigekleurde omgeving, vinden dat niet vreemd. De interpretatie van het andere kleur, in beide gevallen, dus zowel bij diegene voor wie het onbekend is, als bij diegene voor wie het deel uitmaakt van de leefomgeving, de interpretatie van de kleur is een effect van de opvoeding. En komt pas vanaf een bepaalde leeftijd. Even kijken, ik heb het ergens genoteerd. Ik denk dat het vanaf de leeftijd van een jaar of 3, 4 is. Dat de interpretatie eraan gegeven wordt. En dus racisme is duidelijk een effect van opvoeding. Dat kan voortbouwen op die 2 andere kenmerken. Het niet behoren tot de in-group, omwille van een andere huidskleur en eventueel ook een andere taalgebruik. Goed, het racisme, dat werkt op een vreemde manier. Dus je ziet dan dat kinderen eigenlijk aangeleerd worden dat andere kinderen met een andere huidskleur als minderwaardig beschouwd moeten worden, als potentieel gevaarlijk, noem maar op. Dan krijg je dus allerlei negatieve kenmerken die eraan toegeschreven worden. Maar goed, daar kunnen we nog ons iets bij voorstellen, maar het gaat nog een stap verder. En daar hebben we een prachtig oud onderzoek uit de jaren 50, ook Amerikaans onderzoek, waarbij nagekeken wordt in welke mate het zelfbeeld bij Afro-Amerikanen bepaald werd door die racistische omgeving. En dat was zeer verrassend en eigenlijk zeer treurig. Men moest vaststellen dat Afro-Amerikaanse kinderen die opgroeiden in een racistische omgeving, dat die een zeer negatief zelfbeeld hadden. Dat die zichzelf ook negatief bekeken. We zullen later, als we het hebben over de constructie van identiteit, dat vrij makkelijk kunnen begrijpen. Mijn identiteit neem ik over
van datgene wat mij voorgehouden wordt. Dat is de spiegeling, dat is de mentalisatie. Als ik opgroei in een omgeving, een sociaal-culturele omgeving, waar het overwegende beeld is dat de groep waartoe ik behoor slecht is, dom is, dan neem ik dat over. Dat is bijna onvermijdelijk. En dus dat onderzoek toonde dat aan, dat Afro-Amerikaanse kinderen een heel negatief zelfbeeld hadden op grond van onder andere gesegregeerd onderwijs en een aantal daaraan gekoppelde dingen. En dit is een uitermate interessant onderzoek, omdat het toont hoe wetenschap een effect kan hebben op maatschappelijke veranderingen. Op grond van dit onderzoek heeft het Amerikaans Hooggerechtshof, we hebben dat niet in België, meerderheid van de Europese landen heeft dat trouwens niet, dat leunt dichter aan bij een Anglo-Saxisch rechtssysteem. Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft op basis van dit onderzoek besloten van gesegregeerd onderwijs te verbieden. Onderwijs moest vanaf dat ogenblik uitdrukkelijk gemengd zijn. En dat heeft dus zeer verregaande effecten gehad, zeker in het zuiden van Amerika. Je kunt daar nog altijd hallucinante beelden over zien. Op YouTube, als je gaat kijken, Afro-Amerikaanse kinderen die door de ouders gestuurd werden naar vroegere witte scholen en die onder politiebewaking binnen moeten gaan. En aan de rand staan er van die mannen met Ku Klux Klan kledij die ze eigenlijk staan uit te schelden en noem maar op. Goed, dat is allemaal niet zo lang geleden. Hè? Ja. Even terugnemen. Dus, ouder wordende kinderen, zien we het belang van de in-groep. Twee criteria, zeker de taal. Een tweede criterium, de bekendheid. Sociale controle gaat ook alleen maar toenemen. En die sociale controle is eigenlijk de blik van de ander. Dat is iets wat je waarschijnlijk al in je sociale omgeving gehoord hebt, bij oudere mensen. En iets wat je blauw aan ergert als jongere. En dat is zo de uitdrukking, wat gaan de mensen zeggen? Wat gaan de mensen wel denken van u? Natuurlijk als jongere ergert u dat blauw aan. Wel, jullie doen dat ook hoor. Jullie doen dat ook. Alleen is het bij jullie, wat gaan mijn leeftijdsgenoten denken van mij? Mijn peer group. Dus het is alleen de groep die anders is. Maar de redenering blijft dezelfde. De groep, hoe ouder we worden, hoe meer wij afhankelijk zijn van de blik van de ander. En de ander mag je begrijpen als de groep. Dus de druk tot conformiteit stijgt enorm. En we beseffen dat niet. Dat is de paradox. Ik vind dat het grappigst met de mode. Iedereen wil mee zijn met de mode om origineel te zijn. Terwijl de mode per definitie een groepsfenomeen is. Hè. Dat is de paradox ervan. Iedereen wil origineel gekleed lopen en iedereen loopt in hetzelfde. Dus als je een voorbeeld wilt hebben van perfecte manipulatie op grond van het feit dat wij kuddedieren zijn, dan is de mode daar het meest lucratieve voorbeeld van, of een van de meest lucratieve voorbeelden. Goed, daarmee komen we met dat voorbeeld van de mode bij een heel erg belangrijk punt, wat we ook al gezien hadden bij die oude onderzoekingen, Milgram, Zimbardo, oude onderzoekingen die natuurlijk voor een flink stuk doorgestoken kaart waren, maar waar we toch iets belangrijks kunnen uithalen en dat we hier nu terugvinden. Met name het feit dat wij heel sterk beïnvloedbaar zijn door de groep. En dat groepsmanipulatie ontzettend eenvoudig is. Zet mensen in een groep en je kunt ze manipuleren. Dat is het resultaat dat telkens opnieuw uit dat onderzoek blijkt. Goed, nog even terugkeren, ik ben ietsje te snel gegaan. Nog even terugkeren, we waren bezig met het onderzoek bij oudere kinderen. We hebben gezien dat daar die groep van belang wordt, dat de criteria voor de groep oorspronkelijk samengevat kunnen worden met twee kenmerken, het taalgebruik, de eigen taal, en de ingroep, dus de bekende. Maar vanaf een bepaald ogenblik
in de ontwikkeling, wordt dat eigenlijk voor een flink stuk losgelaten. En zien we dat de groep, of dat het deel uitmaken van groepen, zich alleen maar vermenigvuldigt. Als je eens nakijkt, jullie zijn ongeveer 20 jaar oud, moet eens nakijken tot hoeveel groepen dat je behoort, of tot hoeveel groepen dat je al behoord hebt. En dat zal zich alleen maar uitbreiden. En die groepen, die hebben dan heel vaak te maken met toevallige omstandigheden. Oorspronkelijk is dat niet het geval. Uw eigen taal, de mensen die rond u ziet, dat ligt vast. Maar vanaf een bepaald ogenblik zie je dat de mogelijkheid om tot verschillende groepen te behoren alleen maar uitbreidt. En dan krijgen we iets opvallends. Groepsvorming kan gebeuren op zeer arbitraire basis. Want we gaan ervan uit dat als wij een groep vormen, dat wij een groep vormen omdat we iets gemeenschappelijks hebben met die andere mensen. Hè? Je vormt bijvoorbeeld een groep omdat je van dezelfde muziek houdt. Of je vormt een bepaalde groep omdat je van dezelfde sport houdt. Of je vormt een groep omdat je van dezelfde kledij houdt. Noem maar op. Het is een soort gemeenschappelijk element. Hè? Dat verwacht je dan ook dat dat de lijm is op grond waarvan een groep ontstaat. Ja. Wat blijkt uit tonnen sociaal-psychologisch onderzoek? Je kunt een groep maken op grond van de meest arbitraire criteria. Het volstaat dat wij deze groep hier arbitrair in twee delen en dat we de twee groepen op een of andere manier zichtbaar maken door een verschillende kleur van t-shirt aan te trekken en we hebben twee groepen die we kunnen manipuleren. Manipuleren tot zeer verregaand. Dat blijkt telkens opnieuw. Dus groepen kunnen zeer arbitrair gevormd worden en vervolgens zeer sterk gemanipuleerd worden. En dat is niet geruststellend. Wat zijn de stappen daarbij om groepen te vormen? Wel, de voornaamste stap om een groep te manipuleren is door ze te plaatsen tegenover een andere groep. En daar zitten we natuurlijk weer met de in-groep en de out-groep. Als je een groep wilt versterken, als je een groepsgevoel wilt versterken, creëer dan een externe vijand. Dat werkt altijd. Creëer een externe vijand en uw groep zal plots veel meer gaan samenhangen. Hoe gebeurt dat, het creëren van een externe vijand, dus van een outgroep? Dat gebeurt op grond van categorisatie. Men gaat een grote groep mensen die onderling zeer verschillend zijn, gaan samenbrengen onder één noemer. De Joden, de moslims, de vreemdelingen, de Vlamingen, de Walen, de werkzoekenden, de langdurig zieken. Dat zijn allemaal categorieën. Als je de leden van een dergelijke categorie gaat bekijken, dan vind je in het meerdere van de gevallen meer verschillen dan overeenkomsten. Maar op het moment dat ze tot een categorie gereduceerd geworden zijn, worden ze als categorie behandeld en afgezet tegenover die andere categorie. Wij de werkenden tegenover de langdurig zieken. Wij de Vlamingen tegenover de Walen. Wij de tegenover de. En dan krijg je plots een versterking daarvan. Een tweede mechanisme dat daarbij ook uitdrukkelijk gehanteerd wordt, is het beperken van het reële contact tussen de twee groepen. Je kan van een andere groep vooral een categorie maken, een algemene noemer, als je die onbekend houdt. Als je daar zo weinig mogelijk contact mee mogelijk maakt. En natuurlijk, ben ik daarbij aansluitend, iets wat we in het vorige college besproken hebben, toen we het hadden over vertoog, zorg ervoor dat die andere groep een negatieve framing krijgt, dat je die plaatst in een negatief daglicht. En op dat ogenblik zal je een groep creëren die je heel gemakkelijk kunt manipuleren. De geschiedenis staat er vol van en het sociaal-psychologisch onderzoek staat daar ook vol van. Goed, besluitend voor kinderen. Besluit voor het onderzoek bij kinderen. En dat is dan toch wel een heel belangrijke correctie op de klassieke opvatting.
En uiteindelijk nauwelijks bestaand onderzoek, want er werd vroeger geen onderzoek gedaan naar kinderen. Toch niet bij mij, weet ik, heb er toch geen gevonden. Heel belangrijk besluit op grond van onderzoek bij kinderen. Het lijkt er sterk op dat onze inborst eerder goed dan slecht is. Dat het prosociale bij kinderen overweegt. En dat vervolgens de opvoeding en de omgeving daarop ingrijpt. En daarmee aan de slag gaat. Dat die besluitvorming of die besluiten kunt je eigenlijk niet naast u neerleggen. En dat is dus een verhouding of in vergelijking met de klassieke negatieve opvatting over de mens als zijnde alleen maar slecht. Is dat dan toch wel een behoorlijk andere besluit en een veel optimistischer besluit. Goed, dan gaan we over naar de volwassenen. Dat is natuurlijk een flink stuk moeilijker om te onderzoeken, omdat we daar dan veel meer andere factoren hebben die een rol spelen. Het leergedrag, de sociale klasse, de cultuur, de opvoeding, de omstandigheden. Je hebt er nooit datzelfde als bij de jonge kinderen. Maar toch kunnen we wel een aantal zaken naar voren schuiven die te vaak terugkeren om nog toeval te zijn. Goed, het beeld van het negatieve bij de mens, dat vertaalt zich heel vaak naar het beeld van de agressieve man. Dat ben ik drie kwartier geleden vergeten te vertellen. Het negatieve mensbeeld is bijna altijd een negatief mannelijk beeld, hè? Want de kenmerken die beschreven worden, die tref je bijna uitsluitend aan bij mannen. Niet bij vrouwen. Dat is dan ook vrij opvallend. Maar goed, dat negatieve beeld van de mens schuift dan voornamelijk de agressieve alfa-meel naar voren. De agressieve alfa-meel die er alleen maar op uit is om die andere als vijand uit te schakelen. Wel, dan komen we bij een onderzoeksresultaat. Onderzoek is eigenlijk niet echt het juiste woord, het is meer een postfactum onderzoek. Maar komen we bij de volgende vaststelling. Het blijkt dat soldaten bij rechtstreekse conflicten, dus wanneer ze de vijand als persoon kunnen zien, dat ze nauwelijks hun wapen gebruiken. Dus vergeet al de oorlogsfilms die je ziet, waarbij weet ik veel welke Rambo wilt om zich heen schietend op de vijand afrent. Dat is dus exact het beeld dat je niet hebt. Het merendeel van de soldaten schiet hun geweer niet af of schiet te hoog of te laag. En dat blijkt uit historisch onderzoek van vroegere oorlogen en dat blijkt uit recent onderzoek. Historisch onderzoek vond ik wel vrij grappig. We hebben de fameuze slag bij Waterloo. Daar zijn jullie al ongetwijfeld allemaal verplicht naartoe geweest op schoolreis. Waarbij je daar stond te kijken en je afvroeg wat ik hier in godsnaam te doen. Of zoiets. Wel, bij die fameuze slag bij Waterloo, waar Napoleon het moest opnemen tegen de rest van Europa, gebruikte men nog musketten. Een soort voorloper van het hedendaags geweer. En een musket moet je, dat is vrij omslachtig om te laden. Je moet een kruid erin brengen, je moet een lont erin brengen, je moet dat aanstampen. En je moet bovendien dan nog eens de kogel langs de voorkant erin stampen. En dan is je geweer klaar om af te vuren. Dat betekent dat je denk ik, ruw geschat, ik heb er het raden naar, maar ik denk dat je toch wel een paar minuten bezig bent vooraleer dat je je musket kunt afvuren. Waarschijnlijk is het zelfs langer dan dat. Goed, en dan kun je daar beginnen. Ja. Bij die slag bij Waterloo hebben ze nadien enorm veel musketten opgeraapt. Die dan in allerlei musea terechtkwamen in de omgeving. Dat roest ook niet, dat roest wel, maar dat verdwijnt ook niet zo gemakkelijk. En men is die musketten gaan onderzoeken nadien. Wat blijkt, heel veel van die musketten hebben tot 12 kogels in de loop zitten. Wat betekent dat? Dat betekent dat er dan een man bezig geweest is met voortdurend zijn geweer te laden en vooral niet af te vuren. En voor zijn omgeving, hij was bezig, hij is zijn geweer aan het laden, maar hij deed niet anders dan zijn geweer laden. Wat hij vooral niet deed, was het afschieten. Dat soort onderzoek is dan ook bevestigd door hedendaags onderzoek tijdens de Tweede Wereldoorlog en nog later ook. En het rechtstreeks contact
met de veronderstelde vijand. Het belangrijkste woord in deze zin is rechtstreeks. In het rechtstreeks contact met de vijand hebben wij een remming op agressie. En we kunnen eigenlijk niet veel anders dan aannemen dat dit op een of andere manier een natuurlijke remming moet zijn. En men heeft dat heel sterk ontdekt in de naweeën van de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft een dubbele effect gehad. De training van soldaten is daarop aangepast om hen toch te leren doden. En vooral, men is het accent beginnen leggen op doden op afstand. Want het is het zicht dat de remming zorgt. Ja. Doden door het hanteren van een drone, die bovendien bediend wordt met een spelconsole vergelijkbaar met jullie PlayStation. Dat wist je misschien niet, maar het is dezelfde console. En dat is geen toeval. Het is een spelconsole die gebruikt wordt. Dat is een fluitje van een cent. Dat doet men heel gemakkelijk. Je hebt het als kind al gedaan in allerlei wargames en weet ik veel wat. Terwijl doden iemand die voor u staat, veel moeilijker. Dus de afstand, de zichtbaarheid of de onzichtbaarheid speelt daar uitdrukkelijk een rol in. Maar hoe dan ook, de spontane reactie in normaal contact houdt eerder een rem op agressie in. Moderne vormgeving daarvan is Twitter natuurlijk en de sociale media. De agressie die daar aan bod gebracht wordt, ja, daar weten jullie meer van dan ik. Ik hou me daar ver van vandaan. En als je dan die mensen samenbrengt, dan blijkt dat plots iets helemaal anders te worden. Dan wordt die agressie veel beperkter, veel humaner. Is men het blijkbaar niet zo bedoeld. En voordat je het weet, krijg je daar dan toch een andere vorm van contact. Dus onderzoek bij volwassenen. De agressie lijkt er een natuurlijke rem op te zijn. Dat gaat dan over oorlogssituaties, dus situaties waarin agressie uitdrukkelijk verwacht wordt. Een tweede situatie die heel sterk onderzocht geworden is, dat zou je dat kunnen beschouwen als een soort experiment van de natuur. En dan hebben we het over allerlei natuurrampen, gaande van aardbevingen tot overstromingen, tot ook binnen de context van oorlog. Denk aan 9-11 en de twee torens, de WTC-torens die instorten. Dus dat soort catastrofes die eigenlijk een grote groep mensen op heel korte tijd treffen. Hè. Goed, er is in Amerika een Disaster Research Center, ik ben de universiteit vergeten, die als specialisatie hebben het onderzoeken van de reacties van een gemeenschap op het meemaken van een natuurramp. Wat gebeurt er dan met die gemeenschap? Wat zijn de reacties de eerste dagen, de dagen daarop? En dat proberen in kaart te brengen om te ontdekken wat er daar een bepaald patroon in terug te vinden valt. En dat blijkt uitdrukkelijk het geval te zijn. En dat is zeer hoopgevend op het ogenblik dat er een ramp gebeurt, een natuurramp of een andere ramp, dan zie je dat mensen die elkaar niet kennen, dat die in eerste instantie elkaar gaan helpen. En dat je heel snel ook een soort spontane organisatie krijgt om een nieuw gemeenschapsleven op te starten, om de vaak schaarse voeding en drinken, water te gaan verdelen, noem maar op. Je krijgt daar dus eigenlijk hetzelfde als wat we kunnen zien bij kinderen onder de 3-4 jaar. Pro-sociaal gedrag en helpend. En dan krijg je het eigenaardige. Twee dingen. Dat blijkt ook uit dat onderzoek van dat Disaster Research Centrum. Je krijgt dan de berichtgeving daarover in de media. En je krijgt de officiële hulp van overheidswegen. De berichtgeving is altijd negatief. Er is sprake van cannibalisme, er is sprake van verkrachting, er is sprake van plundering, noem maar op. En in een aantal gevallen gebeurt dat inderdaad, maar dat zijn de grote uitzonderingen. Dat blijkt telkens opnieuw uit onderzoek. In de pers is het enige dat aandacht krijgt. En dan krijg je de hulp van overheidswegen. En die zorgt meestal voor een bijkomend probleem.
Omdat ze die natuurlijke reactie, die spontane reactie van de lokale gemeenschap, gaan tegenwerken. Ze willen alles organiseren, ze willen alles in de juiste plooien krijgen, bureaucratisch, hiërarchisch, en dan loopt het meestal helemaal verkeerd. Goed, dus je ziet daar weer die dubbelheid. Blijkbaar is er spontaan een prosociaal gedrag, maar de berichtgeving erover sluit weer aan bij die blijkbaar zo moeilijk weg te krijgen overtuiging dat de mens in C slecht is en voornamelijk slecht over de anderen. Het laatste onderzoek daarover, dat vrij veel aandacht gekregen heeft, was het onderzoek in New Orleans met de orkaan Katrina. Dat is zeer goed gedocumenteerd en daar kreeg je een enorme discrepantie tussen wat er ter plaatse gebeurd is en de berichtgeving daarover in eerste instantie in de Amerikaanse pers en vervolgens in de Europese pers. Goed. Ook verrassend onderzoek, en terzelfde tijd ook weer niet. Maar de verklaring vind ik nog veel interessanter dan de vaststelling. Eerst de algemene titel. Mensen die meer bezit hebben, die vertonen minder prosociaal gedrag. Goed, dat klinkt heel vervelend. Mensen die meer bezit hebben, vertonen minder prosociaal gedrag. Heel concreet, je gaat hier straks met uw fiets aan het rondpunten. Je moet voorbij steken. Er passeert een kleine auto, die heeft u voorrang. En er passeert een BMW en die rijdt u bijna van de baan. Het is een karikatuur, maar ze blijkt juist te zijn. Men heeft het uitgetest, men heeft gekeken en het blijkt dat chauffeurs van de duurdere wagens veel minder de verkeersregels respecteren, veel minder voorrang geven, veel gevaarlijker rijden, noem maar op. En dat chauffeurs met een auto uit de middengroep of zelfs de kleinere auto's, dat die veel socialer rijgedrag vertonen, veel meer de regels respecteren, noem maar op. Ja. Dus dat is dan de vertaling van die een beetje abstracte uitdrukking die ik daar straks zo geformuleerd heb. Goed. Maar dan komt het interessante bij het onderzoek, want dat is maar een eerste luik. Dan komt het interessante. Wat is de verklaring daarvoor? Hoe kunnen we dat begrijpen? De meest voor de hand liggende verklaring, als je daar even bij nadenkt, de meest voor de hand liggende verklaring is dat het eikels zijn. We gaan dat een beetje beleder vertalen. De beledere vertaling is de volgende. Die mensen, het zijn bijna altijd mannen, maar alhoewel niet altijd, die mensen hebben op voorhand een aantal persoonlijkheidskenmerken. Een aantal persoonlijkheidskenmerken die hen gebracht heeft op het punt waar ze nu staan. Je kan er dan eventueel dat homo economicus model bij gaan denken. En dan zie je zo het beeld van een opportunistisch iemand die van kindsbeen af alleen maar uit was op het eigen voordeel, die met alle bogen gewerkt heeft, die alle mogelijke kansen te baat genomen heeft en die nu uiteindelijk inderdaad een bepaalde economische hogere positie bereikt heeft en van daaruit denkt dat hij of zij zich alles kan permitteren. Dat is de wetenschappelijke verklaring van dat het eikels zijn. Goed. Dat is waarschijnlijk een verklaring waar jullie in eerste instantie bij zullen stilstaan. Hè? Dat lijkt plausibel. Hè? Dan komt het tweede experiment. Niet met de auto's, maar met spel, een soort monopolievarianten zou je kunnen zeggen. Waarbij men mensen, deelnemers aan het spel, verdeelt in een groep die vertrekt met de rijkdom. Wat het in het spel zo op toevalsbasis toegewezen is. En de anderen die niet hebben. Ja. En random, hè. Goed, we verdelen hier de groepen in twee. Ik neem aan dat u allemaal min of meer vergelijkbaar zijn van sociaal-economische status, niet allemaal, maar toch een merendeel wel. En goed, en op toevalbasis gaan we de een plaatsen bij de groep die vertrekken vanuit een rijkere basis, rijkere instelling, en de andere een normale of zelfs armere basis, en daarmee gaan we dan spelen. Wat blijkt? Diegenen die op toevalsbasis de positie van de rijkere toegeschreven zijn, dat worden eikels. Heel snel. Binnen de tijdsduur van het spel. Ik weet niet hoe lang dat duurt, anderhalf uur, twee uur. Met andere woorden, onze hypothese van het zijn duurzaam verworven kenmerken vervalde. Dat klopt niet.
Het is de situatie die het maakt. En dan komen we weer bij wat ik toch al een paar keer vermeld heb, op de psychologie die in onze taal zit, in onze talige uitdrukkingen. Het is zo'n uitdrukking die je ook in verschillende talen terugvindt en die als volgt luidt: de kleren maken de man. Trek iemand de juiste kleren aan en die begint er zich naar te gedragen. Dit is belangrijk, hè? Dit toont hoe weinig vaststaand onze kenmerken zijn. Dit toont het belang van de omgeving. Moet ik dat proberen te realiseren? Het volstaat van iemand, het volstaat van een groep op toevalsbasis te verdelen in rijk en arm. En binnen de kortste keren gedragen ze er zich naar. Het volstaat van iemand bepaalde kleren aan te trekken. Dat fantaseer ik er nu bij. Dat blijkt niet uit het onderzoek, maar het zou ook wel kunnen kloppen. Het volstaat van iemand bepaalde kleren aan te trekken en hij of zij gedraagt er zich naar. Dus het idee van een vaststaande, onveranderlijke persoonlijkheid, vergeet het. Wij zijn zo beïnvloedbaar dat we het nauwelijks beseffen. En op de koop toe horen we dat echt niet graag. Hè? Want we willen allemaal authentiek, oorspronkelijk, enzovoort, enzovoort zijn. Goed, we waren bezig met onderzoek bij volwassenen. Kom ik bij een van de belangrijkste onderzoekingen, vind ik persoonlijk. Dat is de contacthypothese van Alport, sociaalpsycholoog. Al dit onderzoek is sociaal-psychologisch onderzoek. De contacthypothese, in het midden van de vorige eeuw naar voren geschoven, vrij degelijk onderzocht en blijft tot vandaag de dag overeind. Goed, je moet even de context zien. Het is Amerikaans onderzoek. Op dat ogenblik in Amerika heb je heel duidelijk gescheiden groepen. Ja. Je hebt de zwarte bevolking. Je hebt de blanke bevolking, dat zijn al twee duidelijk gescheiden groepen. Je hebt dan bovendien de noordelijke staten en de zuidelijke staten, de rednecks tegenover de Yankees, dat zijn ook al twee duidelijk verschillende groepen. Dan heb je nog een aantal subgroepen, de Latino's die beginnen te komen. En die leven eigenlijk ook allemaal in aparte wijken of in aparte gebieden van Amerika. En die hebben eigenlijk nauwelijks met elkaar contact. Niet vergeten, het onderwijs was ook gesegregeerd tot die periode, hè. Goed, dan kregen we de oorlog. Oorlog is merkwaardig genoeg altijd een zeer vruchtbare basis voor wetenschappelijk onderzoek. Dan kregen we de oorlog en in de oorlog elke man telt. Dus je kreeg in het Amerikaanse leger heel snel ook zwarte eenheden. Daar is heel veel discussie over geweest, hè. Kunnen wij die zwarte mannen wel in het leger brengen? Kunnen wij hen wel wapens geven? Zeker het zuiden van Amerika was daar helemaal tegen. En in eerste instantie waren die regimenten dan ook apart. Had zwarte regimenten en blanke regimenten. De officieren waren allemaal blank. Dat was duidelijk. De zwarte was niet in staat om leiding te geven. Goed, al naar lang dat de oorlog verder gaat, lukt dat niet meer. Ze hebben meer manschappen nodig, ze moeten meer samenwerken. En die groepen beginnen met elkaar, ja, vermengen is misschien te sterk uitgedrukt, maar beginnen samen te werken. Dat is de achtergrond. De verrassing dat die verplichte samenwerking door oorlogsomstandigheden iets anders opleverde dan wat men verwacht had. En dan komt Alport op de proppen en die had dat onderzoeken. En zijn onderzoek wordt dan samengevat onder die benaming van de contacthypothese. Maar het woordje hypothese mag je eigenlijk laten vallen. Het is ondertussen duidelijk bevestigd. Nu, achteraf bekeken is dit zo banaal. Ja, dat je je afvraagt waarom we daar onderzoek voor nodig hadden. Maar terzelfdertijd is het nog altijd ontzettend relevant in de context van de groepsmanipulatie die ook vandaag de dag weer volop bezig is. Wat is de centrale vaststelling? Hoe meer mensen uit verschillende groepen met elkaar in contact komen, hoe meer ze kunnen samenwerken en hoe sneller de vooroordelen verdwijnen. Vooroordelen die beide groepen hebben. De zwarte hadden vooroordelen over de blanke hadden vooroordelen over de zwarte. Samenwerken kon niet. Wel, het blijkt dat ze kunnen en moeten samenwerken, dat die vooroordelen dalen en dat samenwerking absoluut geen problemen oplevert. Even blijven stilstaan, want dit vind ik wel belangrijk. We gaan er ook later op terugkeren. Het gaat dus over mensen uit verschillende groepen. Hè.
Uit dit onderzoek en uit heel veel onderzoek blijkt ongeveer altijd dat het gaat over verschillende etnische groepen. En hier gaat het bijna uitsluitend over Afro-Amerikanen tegenover blanke Amerikanen. En je krijgt daar dus met heel die racistische ondertonen. Goed, wat ik belangrijk vind en wat ik wil meegeven is dat een dergelijk onderscheid bijna altijd berust op een onderscheid qua sociale klasse. En dat wordt veel te weinig meegegeven. Men had bijvoorbeeld in Amerika heel weinig problemen met een aantal andere etnische groepen, omdat die simpelweg sociaal gezien op een veel hoger niveau stonden. Die behoorden ook tot de opperklasse en daar was geen probleem mee. Dus het is een combinatie tussen sociale klasse en een ander kenmerk dat zorgt voor de vooroordelen. Een tweede voorbeeld geven, waar we dan onmiddellijk kunnen zien dat het niet meer te maken heeft met huidskleur. Dat is natuurlijk van voor jullie tijd. Noord-Ierland, de Troubles zoals men dat heette. Daar is jarenlang een burgeroorlog bezig geweest tussen de protestanten en de katholieken. De protestanten die wilden blijven aansluiten bij Groot-Brittannië en de katholieken die eigenlijk wilden aansluiten bij de Republiek Ierland. Hè. En daar zijn ontzettend veel doden gevallen. Dat is een periode die op zijn zachtst uitgedrukt niet echt leuk is om te bekijken. En dat wordt dus voorgesteld als een strijd tussen katholieken en protestanten. Hè. Als je het op de keperen beschouwt, dan is het de strijd tussen een hogere bezittende klasse en een lagere arbeidersklasse, die niet geschoold is. En toevallig was die sociale klasse katholiek. En dus wordt dat kenmerk genomen. Met het tweede dat het daar eigenlijk weinig mee te maken heeft. Dat is de vlag, letterlijk en figuurlijk, de vlag waarmee gezwaaid wordt. Het begrip sociale klasse is dringend aan een revival toe. We hebben dat meer en meer opnieuw nodig om een aantal van die maatschappelijke dynamieken te kunnen begrijpen. Goed, dus hier van hetzelfde. Het onderscheid tussen die verschillende groepen en de vooroordelen, dat heeft niet alleen te maken met de huidskleur, maar ook te maken met het onderscheid in sociale klassen. Zet ze samen en dan zie je dat het wel lukt. Maar natuurlijk, en dat is dan het verdere onderzoek dat Alport eigenlijk een hele leven lang gedaan heeft, dat is het blootleggen van de randvoorwaarden. Want ja, er kwam natuurlijk heel veel kritiek op zijn onderzoek en op zijn vaststellingen. Kritiek van mensen, dat kan niet, het lukt niet, het is fout. En die dan meteen voorbeelden aangaven waar de samenwerking, in dit geval weer tussen Afro-Amerikanen en blanke Amerikanen, wat dat compleet mislukte. Ja. Goed, wat bleek dan? Dat had alles te maken met de randvoorwaarden. En ook die zijn eigenlijk vrij eenvoudig hoor. Een eerste belangrijke randvoorwaarde is het hebben van een gemeenschappelijk doel. En zeker in oorlogsomstandigheden heb je een gemeenschappelijk doel, zijnde overleven. Als dat geen gemeenschappelijk doel is, dan weet ik het niet. Hetzelfde met die natuurrampen. Als uw stad overstroomt door een orkaan, dan heb je een gemeenschappelijk doel. In het Engels is er daar een mooie uitdrukking voor. It takes tragedy to bring people together. Als je een gemeenschappelijke tragedie hebt, dan kom je samen en dan probeer je samen iets te doen. Dus het hebben van een gemeenschappelijk doel zorgt ervoor dat die samenwerking heel sterk bevorderd gaat worden. Tweede randvoorwaarde, steun kreeg je van de autoriteit. En dat was binnen die context overduidelijk het geval, want zeker in de zuidelijke staten werd het verboden door de autoriteit. Je mocht niet. Je mocht niet samenwerken. Je kunt het ook bevorderen. Alleen al bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat je een gemeenschappelijke basis hebt. Als je zwarte soldaten in een andere basis steekt en blanke in een aantal kilometer verder, ja, dan zie je ook al dat daar geen gemeenschap kan ontstaan. En tenslotte, en dat is iets wat er zo tussendoor sluipt, maar wat veel centraler is dan dat je zou vermoeden, dat is het hebben, het delen van een gemeenschappelijke sociale status. En dit is voornamelijk aan bod gekomen, niet in de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog was dus het onderzoek van Alport, maar dit is voornamelijk aan bod gekomen tijdens de Vietnamoorlog.
Vietnamoorlog, dat is ver van voor jullie tijd. Dat was mijn studententijd. Je kunt vergelijken met Irak, Afghanistan, dat soort toestanden, maar dan in de jungle. De soldaten op dat ogenblik waren jonge Amerikanen die geloot werden met een lotingssysteem. En de rijkere Amerikanen die konden dat uitkopen. We hadden ook zo'n systeem tot 1900. Dus Amerika komt op bepaalde vlakken wel een beetje achter. Om maar een idee te geven, Trump heeft zich uitgeloot, hij is nooit gaan vechten. Hè. Dat had als gevolg dat al die soldaten en de eenheden waren toen al gemengd. Het waren zwarte, Latino's en blanken. Dat die binnen kortste keren tot de vaststelling kwamen dat ze allemaal uit de slums kwamen. Het was allemaal de onderste sociale klasse. De blanken waren de white trash. De zwarten kwamen uit de Bronx, uit Harlem, uit de Deep South, noem maar op. En daar is een bepaald bewustzijn ontstaan daaruit. Dus daar werd die vergelijkbare sociale status, in dit geval heel laag, plots een basis om samen te werken. En daaruit zijn een aantal bewegingen ontstaan die tot vandaag de dag in Amerika van belang zijn. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dus contacthypothese toont dan toch ook hoe het prosociale dat in ons zit, ook bij volwassenen, op een bepaalde manier duidelijk naar voren kan komen. De besluiten kunt je lezen, die ga ik niet hernemen, we hebben ze al op een rijtje gezet. We gaan nu over naar een volgende groep onderzoek. We hebben dus in eerste instantie onderzoek bekeken. Hedendaags onderzoek bij heel jonge kinderen, bij oudere kinderen en dan bij volwassenen. Nu gaan we naar een ander luik van het wetenschappelijk onderzoek. Evolutionair, biologisch en antropologisch. Dat betekent dat we hier inderdaad op zoek gaan naar het wezen van de mens, het wezen vanuit een evolutionair perspectief. Dit is heel erg boeiend, het is ook al heel klassiek. Dit is de zoektocht naar de menselijke natuur. En natuur mag je hier vrij letterlijk opvatten, hè. Het gaat over de natuur. Wat zit er in ons ingebakken op grond van die eikingsmachine die de natuur is en die de tijd is, hè. Welke kenmerken zijn er overgebleven uit die selectie en welke kenmerken zijn er min of meer weggeselecteerd? En de cruciale vraag daarbij, die nog niet zo lang gesteld wordt, omdat men vroeger het antwoord had, dus men hoefde de vraag niet te stellen. De cruciale vraag die daar pakweg de laatste 30 jaar bij gesteld wordt, is de volgende. Is er een biologische grond voor moraal, voor moreel gedrag? Waarom werd die vraag vroeger niet gesteld? Om twee redenen. De eerste reden kent je al. Men ging ervan uit dat de mens slecht was. Dus de biologische grond. Het biologische wezen van de mens, dat had zeker geen moraal in, integendeel, want de mens was slecht. Dus men had eigenlijk al het antwoord. En de tweede reden waarom men de vraag niet stelde, naar de biologische grond van de moraal, de tweede reden waarom men de vraag niet stelde, was omdat men ervan uitging dat moraal sowieso opgelegd werd van bovenuit, vanuit een goddelijke instantie. En alle openbaringsgodsdiensten, Jodendom, moslim, christendom. En alle openbaringsgodsdiensten is het zo dat er op een bepaald moment een goddelijke instantie op een of andere manier de wetten gaat opleggen. En dan krijg je daar dan allerlei verhalen rond die neergeschreven worden in het boek. Vandaar dat die drie godsdiensten ook benoemd worden als de godsdiensten van het boek. Maar je ziet daar telkens heel veel overeenkomsten. Het is omdat ze zo goed op elkaar gelijken dat ze elkaar voortdurend bevechten natuurlijk. Je ziet daar heel veel, je ziet daar iedere keer hetzelfde punt in terugkeren. De wet, de moraal, wordt van bovenaf opgelegd op de mens die in se slecht is. Dus de combinatie van die twee dingen, die twee overtuigingen, maakte dat men die vraag, of er eventueel een biologische grond voor moraal zou kunnen zijn, dat men die vraag niet eens stelde. Wel, die wordt nu pakweg de laatste 30, 40 jaar wel gesteld. En de resultaten daarvan zijn op zijn zachtst uitgedrukt zeer boeiend en zeer verrassend ook op een aantal punten.
We gaan daar dan ook een tweede vraag bij kunnen stellen, die eigenlijk al een beetje in de lijn van de verwachtingen ligt. Welke omstandigheden spelen daarbij een rol? Welke psychosociale omstandigheden zullen ervoor zorgen dat die moraal al dan niet naar buiten komt? Daarbij kom ik bij het overzichtswerk van Duppe en Hoebeke. Die hebben dat vrij sterk onderzocht, natuurwetenschappelijk. En straks komen we bij het onderzoek vanuit primatologisch standpunt bij Frans de Waal. En die twee vullen elkaar heel mooi aan. Goed, eerst het een beetje op het eerste zicht abstract onderzoek, want dat gaat over eiwitten en over genen en over chromosomen, noem maar op. En over de ontwikkeling van de hersenen. Dat is het evolutionair biologisch onderzoek. En daaruit blijkt dat de selectie, de tijd kan je beschouwen als één groot selectiemechanisme, dat de selectie voornamelijk gebeurd is in de richting van prosociaal gedrag. Prosociaal gedrag is nodig om te kunnen overleven. En dat prosociaal gedrag is meer en meer vanuit die evolutionaire bepaaldheid uitgeselecteerd en is het overweg binnen vormen. En dat kunnen we beschrijven op grond van de hersenontwikkeling. De heel gemakkelijke indeling is het reptiele brein en dan het zoogdierenbrein en dan de neocortex. De neocortex hebben wij als enige diersoort, of toch ongeveer als enige. En wat blijkt? De oudste hersengedeelte, wat men dan vaak het reptiele brein gaat noemen, dat is eigenlijk, nu ga ik een beetje kort door de bocht, dat is het brein dat het meeste aansluit bij de Homo economicus. Ik ga een beetje kort door de bocht, ben aan het chargeren nu, maar het is op grond van didactische overwegingen dat je dat op die manier eigenlijk het duidelijkst kunt maken. En dit is het oudste brein, het oudste gedeelte van onze hersenen. En dus alles wat nadien gekomen is, is uitgeselecteerd. Is doorheen die slijpschijven van de evolutie gesiseleerd tot wie wij nu zijn als soort. Met als eindresultaat, voorlopig eindresultaat, die neocortex. En het blijkt dat die neocortex voornamelijk remmend werkt op dat oudergedeelte. En dat is heel belangrijk om mee te geven, want die remming gaan we ook maatschappelijk gezien terugvinden. Het remmen van een aantal oude impulsen die eerder agressief, egoïstisch gericht zijn. Komt daarbij dat die remming, die ook al bij zoogdieren aanwezig is, komt daarbij dat die remming bij ons, bij de Homo sapiens, ook kan gebeuren op grond van bewuste zelfreflectie. En voor zover we weten, zijn wij de enige zoogdieren die dat kunnen. Het zou kunnen zijn dat we ons daarin vergissen, dat weet ik niet. Maar tot nadere orde wordt ervan uitgegaan dat wij de enige zoogdieren zijn die dat kunnen. Wij kunnen nadenken en beslissen van iets niet te doen. Waarbij de remming dus niet meer automatisch gestuurd wordt. Het belang daarvan, denk ik, zal wel duidelijk zijn. Daar komen we natuurlijk voor een flink stuk bij een antwoord op de vraag naar vrijheid en determinatie. We hebben minstens een stuk keuzemogelijkheid. En die keuzemogelijkheid heeft te maken met de mogelijkheid tot zelfreflectie. Het kunnen nadenken over. Het kunnen nadenken over en op grond van dat nadenken een andere beslissing nemen. Dus zit er een dubbele mechanisme in. Het mechanisme dat we delen met de zoogdieren, dat remmend werkt op die primitieve impulsen. Daar komt weinig keuze aan te pas. Dat zit ingebakken. Maar we hebben blijkbaar een stuk dat nog verder geëvolueerd is en dat andere zoogdieren niet of toch veel minder blijken te hebben. Dat is onze mogelijkheid tot zelfreflectie en op grond daarvan zelf keuzes gaan maken. Je kan dat trouwens ook toepassen in de ontwikkeling van het individu.
Want daar is nu ook heel wat over te doen. Jullie hebben zeker al te horen gekregen over het puberbrein, het adolescentenbrein. En dat heb je met heel veel aandacht gelezen, want dat gaat over jullie natuurlijk. Wat blijkt, een puber is veel minder in staat tot die remming. Het duurt een aantal jaren, en dat maakt dan deel uit van de volwassenwording, vooraleer die inhibitiemechanismen bewust gehanteerd kunnen worden. En dat ontremde bij een puber kunt je letterlijk zien. Ik vind dat soms schattig om ze bezig te zien. Ze weten geen weg met dat lichaam. Hè. Dat lichaam is plots te groot, die benen zijn te lang. Maar het gaat ook over hun gedachten. Die gedachten die uitschieten, die alle richtingen uitgaan. Dat vehemente, dat heel hevige. Dus datgene wat je motorisch ziet, kunt je ook cerebraal gaan zien. En je ziet dat gaandeweg... dat men dat leert hanteren. Dat is dan die combinatie van de breinontwikkeling en opvoeding en een maatschappelijke omringing. En je ziet ook dat dat bij een aantal mensen verkeerd loopt. En het verkeerd lopen heeft nagenoeg altijd te maken met een foute maatschappelijke omgeving die hen daarbij niet steunt. Waarbij dat ze ontremd blijven en niet in staat zijn om die inhibities te verwerven. Goed. Dat onderzoek, ik heb het daar maar kort over gehad, over dat van Van Duppen en Hoebeke, dat betekent niet dat het niet belangrijk is. Dit is waarschijnlijk zelfs het meest belangrijke stuk, maar het sluit het minste aan bij de psychologie. En ik snap er ook het minst van, daar ga ik eerlijk in zijn, dit is een ander vakgebied, maar ik snap er genoeg van om te zien hoe belangrijk dat dit is. Er is duidelijk een evolutionair biologische basis voor een aantal van die prosociale kenmerken. Dan komen we bij een van mijn lievelingsauteurs, Frans de Waal. Ik lees die ontzettend graag. Dat is een Nederlander van mijn generatie uit Sertogenbosch, die op vrij jonge leeftijd naar Amerika getrokken is als jonge onderzoeker en daar carrière gemaakt heeft als primatoloog, dus het onderzoek van apen en dan ook van mensapen uiteindelijk. En hij is spectaculair vernieuwend geweest, omdat hij in eerste instantie onderzoek is gaan doen naar emoties bij dieren. Hij werd weggelachen door psychologen, door Amerikaanse psychologen. Dieren hebben geen emoties, volgens psychologen, in die tijd. We spreken over 1990. En nog 10 jaar later is hij onderzoek beginnen doen naar de morele basis van gedrag. Ook bij dieren. Dus dat is al een dubbele. Morele basis van het gedrag, dat is een uitdrukking die een aantal mensen doet huiveren. Van dat kan toch niet. En dan morele basis van het gedrag bij dieren, dat is helemaal knettergek. Net zoals een tijd voordien ervan uitgegaan werd dat dieren ook geen emoties kunnen hebben. Ik vraag me af hoe dat mensen bij dat soort ideeën komen. Als je zelf huisdieren hebt of als je op een boerderij opgroeit, dan weet je toch dat dieren emoties hebben. Maar goed, het zal dan wel hebben over het dier als ze iedere dag in de spiegel zagen, denk ik. Goed, de Waal heeft als een van de eerste heel sterk kritiek geleverd op een idee dat nu ongeveer verdwenen is, onder andere dankzij zijn werk, maar dat eeuwenlang enorm centraal gestaan heeft. En dat idee is het volgende. Het slechte in de mens is het dierlijke in de mens. Het slechte in de mens, dat is het dier dat naar boven komt. Voorbeeld, geschiedenis van de psychiatrie, de dolhuizen, dan zitten we in de late middeleeuwen, waar geesteszieken geketend werden in de kelders. Wat was de verklaring voor waanzin op dat ogenblik? Waanzin is de term die toen gebruikt werd. De verklaring voor waanzin is het volgende. Het dier in de mens is naar boven gekomen. Dit is geen mens meer, dit is het dier dat het overwicht genomen heeft. En dan kreeg je ook heel de fantasieën over weerwolven en vampieren en noem maar op. Dus die wezens waar het menselijke verdwijnt en waar het dier naar boven komt. En dat is per definitie het slechte. En dat slechte heeft dan altijd te maken met agressie en seksualiteit. En je ziet daar systematisch die zaken terugkeren. Ja, dat is over waanzin. Dan
En een aantal andere uitdrukkingen die we al gebruikt hebben. Denk aan Thomas Hobbes. Homo homini lupus est. De mens is een wolf voor andere mensen. En als we het hebben over een wolf, ja, dan is wolf natuurlijk uitdrukkelijk een heel gevaarlijk negatief beest. Dat je liefst zoveel mogelijk moet afschieten. De hedendaagse varianten in het Amerikaans Engels van homo homini lupus est is het volgende. Dog eat dog. Dog eat dog society. Een gemeenschap waar de ene hond de andere hond opvreet. Ja. Goed, iedereen die een beetje ervaring heeft met dieren, weet dat dit langs geen kanten klopt. Dieren doen dit niet. De mooiste studie, nee, niet de mooiste, de eerste studie op dat vlak was van Konrad Lorenz, On Aggression. En is een van de eerste geweest in het Westen die met dat beeld afgerekend heeft. En op de kaft van het boek, toch in de versie dat ik thuis liggen heb, staat er dus zo het typische beeld van een leeuw die een gazelle verscheurt en in stukken bijt, noem maar op. En dat is dan het topbeeld van agressie. Hè. Wat Lorenz aantoont, is dat dit niets te maken heeft met agressie. Dat is de leeuw die naar het frietkot gaat, hè? Die eten gaat halen. Als jullie naar de frituur gaan, zijn jullie niet agressief. Hè? En ik kan dat ook aantonen op grond van hormonen. Dit is voedselzoekgedrag. En hij zal, die leeuw zal alleen maar die gazelle doden die hij nodig heeft. En dan stopt hij. Of stopt zij. Dus dat heeft met agressie niets te maken. Agressie is uitsluitend gericht tegen de eigen soortgenoten. Dat is agressie. En agressie heeft te maken met territorium en met paargedrag. Dan wordt een dier agressief. Daarbuiten niet. Wanneer wordt uw hond gevaarlijk? Of uw poes gevaarlijk? Als ze aan het eten is. Moet niet proberen die in een bak weg te pakken. Hè? Dat is geen goed idee hoor. Op dat ogenblik. En als ze kleintjes zijn, is het helemaal geen goed idee. Van er dichtbij te komen. Dan krijg je agressie. De andere gevallen niet. Goed, dus heel die visie op het dier als gevaarlijk, als vredaardig, als immoreel, dat vindt ook terug in de sprookjes en dat wordt dan gekoppeld aan het menselijke, dat is eigenlijk lari. En de Waal, die overduidelijk een enorme dierliefhebber is, is een van de eerste die veronderstelling heel sterk gaat bestrijden. Die zal aantonen dat dieren absoluut niet beantwoorden aan dat vredaardige beeld. Integendeel, dat dieren, en hij bestudeert sociale zoogdieren, dat sociale zoogdieren zich op een heel andere manier verhouden. Een manier die je eigenlijk kunt beschrijven als moreel. En dat zal dan geleidelijk aan, dus hij gaat eerst de affecten onderzoeken en hij zal dan geleidelijk aan ook de morele kant gaan onderzoeken. Een van zijn eerste boeken die ik jullie heel warm aanbeveel, toch voor de mensen die sympathie hebben voor dieren, en daar staat ook ontzettend veel psychologie in, een van zijn eerste boeken op dat, in dat verband draagt de volgende titel, Een tijd voor empathie. En empathie, ja, dat kennen wij natuurlijk allemaal, het vermogen om ons in te denken in de leef- en denkwereld van de ander, en op grond daarvan dan eventueel daar iets mee te doen. Wel, wat de Waal gaat aantonen, is dat empathie universeel is bij sociale zoogdieren. En je krijgt daar verrassende onderzoeksresultaten over en prachtige anekdotes, gebaseerd grotendeels op zijn eigen onderzoek. Want die man heeft 30 jaar, 40 jaar eigen onderzoek gedaan, samen met een vrij grote onderzoeksgroep. Dus je krijgt dit iedere keer uit de eerste bron, bij wijze van spreken. En in de bibliografie vind je dan de wetenschappelijke teksten daarvan. Dus empathie, het zich kunnen inleven in de ander, dat is eigenlijk de voorwaarde voor een groepsleven. Hè? Als je niet kunt inleven in de ander of in de anderen, hoe zou je je dan in groep kunnen verhouden tegenover anderen? Dat is de primaire voorwaarde. Dus dat was zijn eerste grote onderzoeksobject, of onderzoeksitem, de mogelijkheden tot de empathie. En dan vervolgens krijgen we in een aantal boeken stuk voor stuk prachtige gegevens die ook heel genuanceerd zijn.
En ik vind De Waal een van de meest interessante onderzoekers, omdat hij niet de fout maakt van de overcorrectie. Waarmee ik het volgende bedoel. We hebben dus nu eeuwenlang het beeld voorgehouden gekregen van we zijn alleen maar slecht, alleen maar slecht, alleen maar slecht. Ja. En dan krijgen we recent onderzoek, pak maar de laatste 40 jaar, die dat prosociale toont. En dan zie je toch bij een aantal onderzoekers dat ze aan het overdrijven zijn in de andere richting. Dat het plots lijkt te zijn of de mens alleen maar goed is. En dat als die mens dan slechte dingen doet, dat dat de schuld is van de omgeving. Dat die man of die vrouw daar eigenlijk niets mee kan doen. De Waal is veel genuanceerder. Hij zal aantonen dat sociale dieren, waartoe wij behoren, in essentie, dus wezenlijk inderdaad, goed zijn. Dat prosociale het overwicht heeft. Dat staat bij hem ook vrij duidelijk op de voorgrond. Maar hij zal ook aantonen dat er ook een andere kant in ons zit. Een kant die eerder op het egoïsme gericht is, op het eigen ik eerst. Maar het mooie ervan is dat hij toont dat het eerste het overwicht heeft en dat het tweede daaronder zit. Wat eigenlijk ook klopt met die evolutionaire bevindingen die we daar straks gezien hebben bij Van Duppe en Hoebeke. Het oudste gedeelte, die oudste hersenen, dat is eerder het egoïstische luik, dat zit daaronder. En het bovenste luik, het frontale, dat aan de voorkant zit, is eerder het prosociale. Goed, wat zijn de dingen die we kunnen opmerken uit zijn onderzoek? Ik heb ze op een rijtje geplaatst. Eerst en vooral, samenwerking is de regel. Sociale zoogdieren werken samen. Sociale zoogdieren hebben zelfs een soort solidariteitssysteem. Die fameuze wolven die zo vredaardig zijn, die hebben ouderenzorg. Die zorgen voor de oudere dieren. Die hebben een soort crèche. Dus je ziet daar, dat is natuurlijk een beetje gechargeerd dat we die menselijke termen daarop toepassen, maar het werkt wel op die manier. Delen gebeurt spontaan. Niet alleen, en dat is heel belangrijk voor De Waal, niet alleen met familieleden, maar ook met andere leden van de groep die geen familie zijn. De basis van samenwerking, en nogmaals, het is biologisch vrij belangrijk, is dus niet zozeer familiale verwantschap, maar wel wederkerigheid. Wat ik doe voor jou, moet jij ook voor mij doen. Er moet een uitwisseling zijn. Dus dat is heel belangrijk in die samenwerking en in dat delen. Ook iets wat we al gezien hadden bij de mensen. Het kunnen zien van de ander werkt zeer sturend. Net zoals het niet zien van de ander. Als de ander zichtbaar is, wordt er gedeeld. Als de ander niet zichtbaar is, wordt er niet gedeeld. En dan een onderzoek waar De Waal terecht heel beroemd mee geworden is. Wanneer leden van een sociale diersoort een ongelijke beloning krijgen voor hetzelfde werk, tussen aanhalingstekens, als ze dus een ongelijke beloning krijgen voor hetzelfde werk en ze zien dat de ander iets anders krijgt of meer krijgt, dan reageren ze spontaan heel kwaad. Moet ik dat eventjes proberen voor te stellen, dat zegt niet zoveel. Ik heb in de syllabus, in de voetnoot, het filmpje opgenomen, dat op YouTube staat. Dat mocht eigenlijk niet in de voetnoot gestaan hebben, dat moet in de tekst staan. Want dat filmpje moet je bekijken. Ik heb vroeger aangegeven, de voetnootas, dat zijn voor diegenen die er belangstelling voor hebben. Maar dat is niet echt verplicht. Datgene wat in de tekst staat, is verplicht. Wel, dit staat fout, dit moet in de tekst staan. Dat filmpje moet je bekijken. En als je dat filmpje bekijkt, moet je op een paar details letten. Ik ga het niet helemaal vertellen, anders is het leuke eraf. De details waar je moet op letten is het volgende. De Waal geeft aan dat het dieren zijn die deze proef voor de allereerste keer doen. Heel belangrijk om te weten, het gaat over aapjes, rhesusapen. Dat zijn leermachines, die leren ontzettend snel. Dus hier is er geen enkele sprake van leergedrag. Het is de eerste keer dat ze het doen. Het tweede wat je kunt zien, is dat die twee aapjes elkaar zien. Ze zitten niet apart, ze zitten wel apart, maar het is met plexiglas, dus ze kunnen elkaar zien.
En het derde wat je ook kunt opmerken, maar ik ga niet te veel vertellen, is dat de ene van de twee aapjes tussen de twee proeven door duidelijk een denkproces doet. Dat hij aan het nadenken is over iets. Maar goed, ik ga jullie het plezier niet opnemen, je moet het zelf maar eens bekijken. Dat is het inequity aversion onderzoek. Het aversie tegen een ongelijke behandeling. Als de waal lang genoeg leeft, want dat is een van de voorwaarden om een Nobelprijs te krijgen, als de waal lang genoeg leeft, gaat hij daarvoor de Nobelprijs biologie krijgen. Dat is vrij zeker. Maar hij moet dan minstens 87 worden. Nu, er is goede hoop, is ondertussen 70. We gaan hier stoppen. Volgende week doen we verder. We zijn halverwege de waal.